Hoofdstuk 11 van boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 11 De schemering. De ongelukkige vrouw van de onschuldige die aldus ter dood veroordeeld was, stortte neder toen het vonnis uitgesproken werd, alsof zij dodelijk getroffen waren. Maar zij uitte geen klacht, en zo krachtig klonk de stem in haar hart, die haar zeide dat zij in de eerste plaats hem in zijn ellende ondersteunen moest, en die niet vermeerderen. Dat zij zelfs na deze schok spoedig zichzelf weer meester was. Daar de rechters deel moesten nemen aan een volksdemonstratie op straat, werden de zittingen van het tribunaal geschorst. De drukte en het gewoel bij de deuren en in de gangen bij het leeglopen van de gerechtszaal hadden nog niet opgehouden. Toen Lucie daar stond met de armen naar haar man uitgestrekt, met niets dan liefde en troost op haar gelaat. O, als ik hem bereiken kon, als ik hem nog eenmaal omhelzen mocht. O, goede burgers, als gij ons slechts dat wilde toestaan. Er was slechts één cipier overgebleven, met twee van de vier mannen die hem de vorige avond gearresteerd hadden, en Barça. Het volk had zich gehaast om weg te komen naar de verstrooiing op straat. Barça stelde dus de andere voor. Laat haar hem maar omhelzen, het duurt slechts één ogenblik. Men stemde stilzwijgend toe en droeg haar over de banken in de zaal tot eene plaats, waar hij, door zich over de bank der gevangenen heen te buigen, haar in de armen kon sluiten. Vaarwel, liefste mijner ziel. Mijn laatste zegen is voor u, liefste. Wij zullen elkaar daar wederzien, waar de vermoeide zijn rust vindt. Dit waren de woorden van haar man, terwijl hij haar aan zijn hart drukte. Ik zal het dragen, Charles. Ik word door de hemel ondersteund. Denk niet aan mijn lijden. Geef mij nog een zegen voor ons kind. Ik zegen haar door u. Ik kus haar door u. Ik zeg haar vaarwel door u. Mijn man. Nee, nog één blik. Hij rukte zich al van haar los. Wij zullen niet lang gescheiden zijn. Ik voel dat straks mijn hart zal breken. Maar zolang ik kan, zal ik mijn plicht doen. En als ik haar verlaat, zal God haar vrienden zenden, zoals hij voor mij zorgde. Haar vader was haar gevolgd en zou voor beiden geknield hebben, als Darnay de hand niet uitgestrekt had om hem te grijpen en gezegd had: nee, nee, wat hebt gij gedaan? Wat hebt gij gedaan, zeg ik, dat gij voor ons zoudt knielen? Wij weten nu wat gij geleden hebt toen gij mijn afkomst vermoedde. Wij weten nu welke natuurlijke afkeer gij te bekampen had, en hoe gij om harentwil die overwonnen hebt. Wij danken u van ganser harte, volgens onze liefde en onze plicht. De hemel zij met u. Het enige antwoord
van haar vader was dat hij met de vingers door de haren streek en met een angstkreet de handen wrong. Het kon niet anders zijn, hernam de veroordeelde. Alles heeft samengewerkt om het zover te brengen. Het was de steeds vergeefse poging om het vertrouwen door mijn arme moeder in mij gesteld te rechtvaardigen, dat mij tot zulk een noodlottig einde in uw nabijheid bracht. Goed kan nooit uit zoveel kwaad voortspruiten. Een gelukkiger einde zou, na zulk een rampzalig begin, onnatuurlijk geweest zijn. Wees getroost en vergeef mij. De hemel zegene u. Terwijl men hem wegsleepte, liet zijn vrouw hem los en stond hem na te staren met de handen in een biddende houding gevouwen en met een stralende uitdrukking op haar gelaat, waarop zelfs iets zweefde dat naar een berustende glimlach zweemde. Terwijl hij echter door de gevangenisdeur trad, keerde zij zich om, legde liefderijk het hoofd op haars vaders borst, trachtte iets tot hem te spreken en viel neder voor zijn voeten. Op dat ogenblik schoot Sydney Carton uit de sombere hoek, waar hij tot dusver onbewegelijk was gebleven, en beurde haar op. Slechts haar vader en de heer Lorry waren meer tegenwoordig. Zijn arm beefde terwijl hij haar oplichtte en haar hoofd ondersteunde. Toch was er iets in zijn houding dat niet alleen van medelijden getuigde, maar ook een mengsel van trots vertoonde. Zal ik haar naar het rijtuig brengen? Zij zal mij niet zwaar vallen. Hij droeg haar zachtjes naar buiten en legde haar voorzichtig in de koets. Haar vader en hun oude vriend klommen erin, terwijl hij naast de voerman op de bok plaats nam. Toen zij aan de poort kwamen, waar hij slechts enige uren geleden in de duisternis getoefd had, om zich te verbeelden op welke der stenen haar voet gerust moest hebben, beurde hij haar weder uit het rijtuig en droeg haar naar boven, naar hunne kamers. Daar legde hij haar op eene canapé neder, terwijl haar kind en juffrouw Pross bij haar stonden te wenen. Zoek haar niet bij te brengen, zeide hij zachtjes tot de laatstgenoemde. Het is het best voor haar zo te blijven, zolang het slechts ene onmacht is. Carton, Carton, lieve Carton, riep de kleine Lucy opspringende om hem driftig de armen om de hals te slaan. In ene vlaag van hartstochtelijke droefheid. Nu gij er zijt, zult gij wel iets doen om mama te helpen, om papa te redden. O, zie haar maar aan, lieve Carton. Kunt gij, die zoveel van haar houdt, haar zo zien? Hij boog zich over het kind en legde de bloeiende wang tegen de zijne. Hij zette het meisje zachtjes neder en keek haar bewusteloze moeder aan. Eer ik heen ga, zeide hij aarzelend, mag ik haar één kus geven. Men herinnerde zich later dat, toen hij zich over haar heen boog en haar gelaat met zijn lippen aanraakte, hij enige woorden voor zich heen mompelde. Het kind dat dicht bij hem stond, herhaalde ze later en vertelde aan hare kleinkinderen, toen zij zelve een deftige oude dame was,
dat zij hem had horen zeggen: een leven dat u dierbaar is. Toen hij in de aangrenzende kamer gekomen was, keerde hij zich plotseling om tot de heer Lorry en haar vader en zeide: gij bezat gisteren veel invloed, dokter Manette. Beproef ten minste heden wat u overblijft. Die rechters en al de machthebbenden hier zijn u genegen en zeer dankbaar voor uw diensten, niet waar? Niets dat Charles aanging werd voor mij geheim gehouden. Men verzekerde mij plechtig dat ik hem zou kunnen redden en ik redde hem. Hij was zeer ontroerd toen hij dit antwoord gaf en sprak zeer langzaam: beproef het nog eens bij hem. Er zijn slechts weinige uren over tussen heden en morgen namiddag. Doe dus nogmaals uw best. Dat zal ik doen. Ik zal geen ogenblik rusten. Dat is goed. Ik heb wel eens gezien dat zulke energie als gij bezit grote dingen gedaan kreeg. Hoewel nooit, voegde hij erbij, met een zucht en een glimlach tegelijk, hoewel nooit zoiets als dit. Maar beproef het slechts. Hoe weinig waarde het leven heeft als men er misbruik van maakt. Die inspanning blijft het waard. Het zou niets kosten het op te offeren als dat niet het geval ware. Ik zal dadelijk bij de openbaar aanklager en de voorzitter gaan, zei dokter Manette. En ik zal ook bij anderen gaan die het beter is niet te noemen. Ik zal ook schrijven. Maar wacht, er is heden een feest op straat en geen mens zal voor de avond te vinden zijn. Dat is waar. Nu, het was op zijn best slechts een flauwe hoop, en gij verliest niet veel door het tot hedenavond uit te stellen. Ik zou echter gaarne vernemen of het u gelukt is, hoewel reken erop dat ik weinig verwachting heb. Wanneer zult gij waarschijnlijk niet ontzagwekkende mensen gezien hebben, dokter Manette? Dadelijk na het vallen van de avond, hoop ik, binnen een paar uren. Het zal kort na vieren donker zijn. Laat ons nog een uur of wat erbij doen. Als ik tegen 9 uur bij de heer Lorry ga, zal ik daar vernemen, het zij door uzelven of door uw vriend, wat ge hebt kunnen gedaan krijgen. Ja, ik wens u veel voorspoed. De heer Lorry volgde Sydney naar de buitenste deur en hem op de schouder tikkende, terwijl hij op het punt stond van weg te gaan, deed hij hem omkeren. Ik heb geen hoop, fluisterde de heer Lorry zachtjes en droevig. Ik ook niet. Al hadden enige dier mannen of al die mensen lust om hem te redden, wat enige gewaagde vooronderstelling is, want wat geven zij hier om zijn leven, of om wiens leven ook? Twijfel ik eraan of zij hem zouden durven redden na dat toneel voor het tribunaal. Ik ook. Ik hoorde de slag van de bijl in dat gebrul. De heer Lorry leunde met de arm tegen de deurstel en liet het hoofd erop rusten. Wees niet neerslachtig, zei Carton zeer zachtjes. Treur niet. Ik moedigde dokter Manette aan tot deze poging, omdat ik gevoelde dat die haar eenmaal troost zou kunnen schenken. Anders
mocht zij denken dat zijn leven onnodig verspild en opgeofferd werd, en dat zou haar nog meer kunnen grieven. Ja, 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 hernam de heer Lorry, zich de ogen afvegende, gij hebt gelijk, maar hij zal sterven, er bestaat geen hoop hoegenaamd. Ja, hij zal sterven, er bestaat geen hoop hoegenaamd, herhaalde Carton, en hij ging met vaste tred naar beneden. Einde van hoofdstuk 11 van boek 3. Hoofdstuk 12 van boek 3. Van In Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 12. De duisternis. Sydney bleef op straat staan, nog besluiteloos waarheen zijne schreden te wenden. Om 9 uur aan de bank, zeide hij in gepeins. Zou het inmiddels zaak zijn mij te laten zien? Ik geloof van ja. Het beste is deze mensen te tonen dat er zo iemand hier is. Het is eene goede voorzorg en wellicht een noodzakelijke voorbereidende maatregel. Maar voorzichtig, voorzichtig, voorzichtig. Ik moet er eerst over nadenken. Stilstaande op zijn wandeling, die reeds een bepaald doel scheen gevonden te hebben, liep hij een paar maal heen en weer in de reeds somber wordende straat en spoorde in zijn geest de mogelijke gevolgen der uitvoering zijner gedachten na. Zijne eerste opwelling werd bekrachtigd. Het is beter, zeide hij, vastbesloten, dat deze mensen weten dat zo iemand als ik ben hier is. En hij richtte zijn schreden naar Sint-Antoine. Defarge had zich die dag voor het tribunaal doen kennen als een kroeghouder in de wijk van Sint-Antoine. Het viel iemand die de stad goed kende volstrekt niet moeilijk het huis te vinden, zonder enige vraag daarna te doen. Zodra hij het huis gevonden had, kwam Carton weder uit de nauwere straten, ging bij een restaurateur eten en viel na tafel vast in slaap. Voor de eerste keer sedert vele jaren had hij geen sterke drank gebruikt. Sedert de vorige avond had hij niets gebruikt dan een enkel glaasje wijn. En gisteravond bij de heer Lorry had hij de brandewijn langzaam in de as laten druppelen, als iemand die daarmede gedaan heeft. Het was al 7 uur toen hij verkwikt wakker werd en weder op straat ging. Op weg naar Sint-Antoine bleef hij staan bij een winkel waar een spiegel hing achter de glazen en veranderde eventjes zijn slordige hangende halsdas, zijn kraag en de schikking van zijn verwilderd haar. Zodra hij dit gedaan had, ging hij rechtstreeks naar het wijnhuis van Defarge en trad binnen. Toevallig was er geen andere klant in de kamer dan Jacques Drie, met de rusteloze vingers en de krassende stem. Deze man, die hij onder de leden van de jury gezien had,
stond bij de kleine toonbank te drinken en te praten met de Defarges, man en vrouw. La Vengeance nam deel aan het gesprek als een geregeld lid van de huishouding, terwijl Carton binnentrad, plaats nam en in zeer gebrekkig Frans wat wijn bestelde, wierp Madame Defarge eerst een onverschillige en daarop een scherper blik op hem en, na een derde blik die nog scherper was, naderde zij hemzelve en vroeg wat hij besteld had. Hij herhaalde hetgeen hij reeds gezegd had. "Zijt gij een Engelsman?" vroeg Madame Defarge, nieuwsgierig de donkere wenkbrauwen optrekkende. Na haar aangekeken te hebben, alsof zelfs de klank van een Frans woord moeilijk voor hem te vertolken was, hernam hij als tevoren met een bepaald vreemd accent. "Ja, madame, ja, ik ben een Engelsman." Madame Defarge ging naar de toonbank om de wijn te halen, en terwijl hij een Jacobijns blad opnam en erover scheen te tobben, zonder het goed te begrijpen, hoorde hij haar zeggen: "Ik geef u mijn woord, precies Evremonde." Defarge bracht hem de wijn en wenste hem goede avond. "Hoe, goede avond? O, goede avond, burger," terwijl hij zich inschonk. "Ah, de wijn is goed. Ik drink op de Republiek." Defarge keerde zich naar de toonbank en zeide: "Wel zeker, hij lijkt iets op hem." Madame hernam beslissend: "Ik zeg u dat hij sterk op hem gelijkt." Jacques Drie trad verzoenend tussen beide en zeide: "Ziet ge, gedenkt zoveel aan hem, citoyen." En de beminnelijke Vengeance voegde met een lach erbij: "Ja, op mijn woord, gedenkt er met zoveel genoegen aan hem morgen nog eens weer te zien." Carton volgde de regels en de woorden van het dagblad met een langzame vinger en met een afgetrokken gelaat, alsof hij geheel in die studie verdiept ware. Zij leunden allen met de armen op de toonbank en spraken zeer zachtjes. Na een stilte van enige ogenblikken, gedurende welke zij allen naar hem keken zonder zijn geveinsde aandacht van het Jacobijnse blad af te trekken, hervatten zij hun gesprek. "Wat gezegd is geheel waar," merkte Jacques Drie op tegen Madame Defarge. "Waarom zouden wij hier ophouden? Dat is zeer waar. Waarom zouden wij hier ophouden?" "Nu ja," redeneerde Defarge, "maar ergens moet men toch ophouden. De vraag is maar waar." "Als allen uitgeroeid zijn," zei madame. "Heerlijk," kraste Jacques Drie. La Vengeance keurde dit ook goed. "De uitroeiing is een schone leervrouw," zei Defarge enigszins verstoord. "Over het algemeen heb ik er niets tegen in te brengen. Maar deze dokter heeft veel geleden. Ge hebt hem heden gezien. Ge hebt zijn gezicht gezien toen het papier voorgelezen werd." "Ik heb zijn gezicht gezien," herhaalde madame minachtend en vertoornd. "Ja,
ik heb zijn gezicht gezien. Ik heb gezien dat zijn gezicht het gezicht niet is van een ware vriend der Republiek. Laat hem op zijn gezicht passen. En ge hebt ook gezien, vrouw, zei Defarge, zich verontschuldigende, hoe diep ellendig zijne dochter is. En dit moet hem ook bitter, bitter bedroeven. Ik heb zijne dochter gezien, herhaalde madame. Ja, ik heb zijne dochter meer dan eens gezien. Ik heb haar heden gezien en ik heb haar vroeger gezien. Ik heb haar in het tribunaal gezien en ik heb haar op straat bij de gevangenis gezien. Als ik slechts de vinger ophef. Het scheen dat zij hem ophief, want de luisteraar keek van zijn courant niet op en daarop weer zwaar liet vallen op de rand van de toonbank, alsof de bijl viel. De citoyenne is bewonderenswaardig, kraste het lid van de jury. Zij is een engel, riep La Vengeance haar omhelzende. Wat u aangaat, ging madame onverbiddelijk voort, zich tot haar man wendende, als het van u afhing, wat gelukkig niet het geval is, zoudt gij zelfs nu die man willen redden. Nee, betuigde Defarge, niet als het mij meer moeite kostte dan om dit glas op te tillen. Maar ik zou het daarbij laten blijven. Hoort ge, Jacques, riep madame Defarge vertoornd, hoort gij ook, ma petite Vengeance, hoort gij beiden, luistert naar mij. Het is ook voor andere misdaden dat ik deze dwingelanden en verdrukkers, dat ik dit gehele geslacht lang geleden op mijn register bracht, veroordeeld om vernield en uitgeroeid te worden. Vraag mijn man of het niet zo is. Zo is het, bevestigde Defarge, zonder gevraagd te zijn. Bij het begin deze goede dagen, toen de Bastille viel, vond Defarge dit papier van heden en hij bracht het naar huis. En midden in de nacht, toen de mensen weg waren en het huis gesloten was, lazen wij het hier, hier op deze plek, bij het licht van de lamp. Vraag hem of het niet zo is. Zo is het, stemde Defarge toe. Die nacht, na het lezen van dat papier, toen de lamp uitgebrand was en het daglicht schemerde door die luiken tussen die ijzeren tralies door, zeide ik hem dat ik hem een geheim had mee te delen. Vraag hem of het niet zo is. Zo is het, stemde Defarge weder toe. Ik deelde hem dat geheim mede. Ik sloeg mij op de borst met deze handen, zoals ik mij er nu op sla. En ik zeide tot hem, Defarge, ik werd onder de vissers aan de kust grootgebracht. En dat boerenhuisgezin, mishandeld door de beide Evermondes, op de wijze door het papier dat in de Bastille gevonden werd beschreven, was mijn gezin, Defarge. De zuster van die dodelijk gewonde jongen was mijn zuster. Die man was de man mijner zuster. Dat ongeboren kind was hun kind. Die vader was mijn vader. Die doden waren mijn doden. En die opvordering om hen te wreken
is mijn erfdeel. Vraag hem of het zo niet is. Zo is het, stemde Defarge nogmaals toe. Dan spreek ervan om aan de wind en aan het vuur perk en staal te stellen, hernam madame, maar aan mij niet. Hare beide toehoorders schepten een walgelijk genot in hare dodelijke wraakzucht. De luisteraar kon begrijpen hoe wit ze werd zonder haar te zien, en de beide anderen juichten haar luide toe. Defarge, die de zwakke minderheid uitmaakte, bracht enige woorden in, hen herinnerende aan de medelijdende vrouw van de markies, maar lokte van zijne vrouw slechts de herhaling uit van haar antwoord: stel perk aan de wind en aan het vuur, maar aan mij niet. Enige klanten traden binnen en de groep ging uiteen. De Engelse gast betaalde wat hij gebruikt had, raakte in de war bij het tellen van het kleingeld dat hij terugkreeg en vroeg als vreemdeling de weg naar het Palais National. Madame Defarge bracht hem naar de deur en legde de arm op de zijne, terwijl zij daar stond en hem de richting wees welke hij volgen moest. De Engelse gast kon echter op dit ogenblik de gedachte niet onderdrukken dat het wellicht geen slechte daad zou zijn als hij haar arm ophief en haar een scherpe, diepe stoot eronder toebracht. Maar hij ging en was weldra verzwolgen in de schaduw van de muur der gevangenis. Op het bepaalde uur trad hij er weder uit om zich naar de kamers van de heer Lorry te begeven, waar hij de oude heer in rusteloze angst op en neder vond wandelen. Hij zeide dat hij pas van Lucie gekomen was en haar slechts voor een paar ogenblikken had willen verlaten om woord te houden aan Carton. Haar vader had men niet gezien sedert 4 uur ongeveer, toen hij het kantoor verlaten had. Zij koesterde nog een flauwe hoop dat zijne bemiddeling Charles redden zou, maar die hoop was zeer gering. Hij was al meer dan 5 uren weg. Waar zou hij toch zijn? De heer Lorry wachtte tot 10 uur. Daar echter dokter Manette niet terugkeerde en hij niet wenste Lucie alleen te laten, spraken zij af dat hij weder bij haar zou gaan en tegen middernacht naar de bank terugkomen. Inmiddels zou Carton alleen bij het vuur op de dokter blijven wachten. Hij wachtte en wachtte en de klok sloeg 12, maar dokter Manette verscheen niet. De heer Lorry kwam en vond en bracht geen tijdingen van hem. Waar kon hij zijn? Zij praten daarover en waren op het punt om een flauwe schemering van hoop te zien in zijn langdurige afwezigheid, toen zij hem op de trap hoorden. Zodra hij in de kamer trad, was het blijkbaar dat alles verloren was. Men heeft nooit vernomen of hij wezenlijk bij iemand geweest was, of dat hij de hele tijd met ronddwalen op straat doorgebracht had.
Terwijl hij hen stond aan te staren, deden zij hem geen enkele vraag, want op zijn gelaat lazen zij alles. Ik kan het niet vinden, zei hij, en ik moet het toch hebben. Waar is het? Zijn hoofd en hals waren ontbloot, en terwijl hij met een hulpeloze blik rondkeek, trok hij zijn jas uit en liet die op de grond vallen. Waar is mijn bank? Ik heb mijn bank overal gezocht en ik kan ze niet vinden. Waar hebben zij mijn werk verborgen? Er is haast bij. Ik moet die schoenen afmaken. Zij keken elkaar wanhopig aan. Kom, kom, zeide hij op klagende, jammerende toon. Laat me aan het werk gaan. Geef me mijn werk. Daar hij geen antwoord ontving, rukte hij zich het haar uit en stampte op de grond als een driftig kind. Plaagt toch een arm, ongelukkig wezen niet, smeekte hij met angstwekkende kreten. Geef me mijn werk. Wat moet er van ons worden als die schoenen hedenavond niet afkomen? Verloren, reddeloos verloren. Het was zo klaarblijkelijk geheel hopeloos met hem te redeneren of hem weder tot zijn verstand te willen brengen, dat, als bij afspraak, beiden hem de hand op de schouders legden en hem trachten te doen bedaren tot hij plaats nam bij het vuur, waar zij beloofden dat hij dadelijk zijn werk zou hebben. Hij zeeg op een stoel neder en barstte in tranen uit, terwijl hij in de gloeiende kolen zat te turen, alsof al wat er gebeurd was sedert de tijd toen hij op die zolderkamer zat een droom waren geweest. Zag de heer Lorry hem nu juist zo zitten als toen Defarge hem onder zijn hoede had gehad. Hoe aangedaan en verschrikt beiden waren door het gezicht van deze ellende, was het toch geen ogenblik om zich door zulk een gevoel te laten wegslepen. Zijne verlatene dochter van de laatste hoop en steun beroofd, eiste dringend hun bijstand. Nogmaals, als bij afspraak, keken zij elkaar aan met dezelfde betekenis in hunne blikken. Carton was de eerste die sprak. De laatste kans is verloren. Ze had ook niet veel te betekenen. Ja, hij moet bij haar gebracht worden. Maar eer gij gaat, schenk me één ogenblik uwe onverdeelde aandacht. Vraag me niet waarom ik de bepalingen maak die ik nu ga maken. Vraag me niet waarom ik de belofte afpers die ik nu ga afpersen. Voor beide heb ik ene geldige reden. Dat geloof ik wel, hernam de heer Lorry. Spreek maar op. Inmiddels zat de gestalte op de stoel tussen hen in, zich heen en weer te wiegen en eentonig te steunen. Zij spraken op dezelfde toon, alsof zij des nachts bij een ziekbed waakten. Carton bukte zich om de jas op te rapen die hem onder de voeten lag. Toen hij ze opnam, viel eene kleine portefeuille waarin de dokter gewoonlijk de lijst der bezoeken welke hij bij zijn zieken moest afleggen optekende.
zachtjes op de grond. Carton greep het boekje op. Een toegevouwen papier stak er uit. Moesten zij dit niet inzien? De heer Lorry knikte toestemmend. Carton opende het en riep: Goddank! Wat is het? Riep driftig de heer Lorry. Eén ogenblik. Ik zal op zijn tijd daarvan spreken. Voor eerst. En hij haalde een ander papier uit zijn rokzak. Hier is een pas, waardoor mij de vrijheid gegeven wordt deze stad te verlaten. Zie, lees maar, Sydney Carton, een Engelsman. De heer Lorry hield het papier open in de hand en keek hem in het ernstige gelaat. Bewaar het voor mij tot morgen. Ge weet nog dat ik hem morgen bezoeken zal. En het is beter dat ik het niet medeneem naar de gevangenis. Waarom niet? Dat weet ik niet. Maar ik doe het liever niet. Neem nu ook dit papier dat dokter Manette bij zich had. Dat is ook eene dergelijke vergunning voor hem, zijn dochter en haar kind, om wanneer zij verkiezen de stad en het land te verlaten. Begrijpt ge? Ja. Misschien kreeg hij het gisteren als laatste en uiterste voorzorg in geval van ongeluk. Van wanneer is het gedateerd? Maar dat doet er niet toe. Verlies geen tijd met daarnaar te kijken. Berg het zorgvuldig bij mijn en uw pas. Geef nu acht. Ik heb tot in de laatste paar uren nooit aan de mogelijkheid gedacht dat hij zulk een papier bezat of in handen kon hebben. Het is geldig tot het weder ingetrokken wordt, maar het zal wellicht spoedig weder ingetrokken worden, en ik heb reden te denken dat dit wel het geval zal wezen. Zij zijn toch niet in gevaar? Zij zijn in groot gevaar. Zij lopen gevaar om gedenonceerd te worden door Madame Defarge. Ik heb het van hare eigene lippen. Ik heb deze avond woorden van die vrouw gehoord, waardoor hun gevaar mij op het duidelijkste gebleken is. Ik heb geen tijd verloren. Sedert heb ik de spion gesproken. Hij bevestigt alles wat ik u zeg. Hij weet dat een houthakker die dicht bij de gevangenis woont, onder de leiding der Defarges is, en dat Madame Defarge hem opgezet heeft te verklaren dat hij haar gezien heeft. Hij noemde nooit Lucie's naam, bezig met tekens te maken tot de gevangenen. Het is gemakkelijk te voorzien dat het voorwendsel zal zijn een gevaarlijk complot onder de gevangenen en dat haar leven daarmede gemoeid zal wezen. Misschien ook het leven van haar kind en van haar vader, want men heeft beiden met haar op die plaats gezien. Schrik niet zo, gij zult hen allen redden. De hemel geve dat, Carton. Maar hoe? Dat zal ik u uitleggen. Het zal van u afhangen en het kon aan geen betere handen worden toevertrouwd. Deze nieuwe denunciatie zal zeker niet geschieden voor overmorgen, waarschijnlijk eerst over een paar dagen, nog waarschijnlijker zelf eerst na verloop der week. Ge weet
dat het eene misdaad is waarop de doodstraf staat, om te treuren om of medelijden te hebben met een slachtoffer der guillotine. Zij en haar vader zullen zich zonder twijfel aan die misdaad schuldig maken, en deze vrouw, wier verbittering onbeschrijfelijk is, zal daarop wachten om hare zaak klem bij te zetten en om dubbel zeker te zijn. Hoort ge wat ik zeg? Ik luister zo oplettend en stel zoveel vertrouwen in hetgeen gij zegt, dat ik zelfs voor het ogenblik deze ellende hier vergeet, zei de heer Lorry, de leuning van de stoel waarop de dokter zat aanrakende. Gij hebt geld en kunt de middelen betalen om met de meest mogelijke spoed naar de kust te reizen. Gij zijt al sedert een paar dagen gereed om naar Engeland te vertrekken. Morgen vroeg, bij tijds, moet ge de paarden bestellen en gereed houden, zodat ge des namiddags om 2 uur vertrekken kunt. Dat zal gebeuren. Carton's manier was zo bezield en bezielend dat de heer Lorry vuur vatte en even vlug werd als in zijn jonge dagen. Ge zijt een edel mens. Heb ik niet gezegd dat de zaak in geen betere handen kon zijn? Vertel haar heden nacht wat ge weet van het gevaar waarin haar kind en haar vader gewikkeld zijn. Gij moet nu op dit laatste aandringen, want voor zichzelf zou zij niets liever willen dan opgeruimd het schone hoofd naast dat van haar man neder te leggen. De stem begaf hem voor een ogenblik. Daarop hervatte hij als volgt: om de wille van haar vader en haar kind moet ge erop staan dat zij met hen en u op dat uur uit Parijs vertrekken. Zeg haar dat dit de laatste beschikking was van haar man. Zeg haar dat er meer van afhangt dan zij durft geloven of hopen. Gij zijt overtuigd dat haar vader zelfs in deze treurige toestand zich eraan onderwerpen zal, niet waar? Daar ben ik zeker van. Dat dacht ik wel. Houd dus alles bedaard en onfeilbaar gereed hier op de binnenplaats. Neem zelfs op het bepaalde uur plaats in het rijtuig. Op het ogenblik dat ik bij u kom, moet ge afrijden. Dus, als ik u begrijp, wacht ik in elk geval op u. Ge hebt mijn pas bij u met de overigen, zoals ge weet. Hou dus mijn plaats open. Wacht slechts om mijn plaats bezet te zien en dan op weg naar Engeland. Nu, zei de heer Lorry, terwijl hij Carton's driftige, maar vaste en moedige hand greep, dan hangt alles niet van 1 oud man af. Ik zal een jong en moedig mens bij mij hebben. Met Gods hulp zal dat zo zijn. Beloof me plechtig dat niets u zal doen afwijken van de afspraak welke wij nu met elkaar gemaakt hebben. Niets, Carton. Herinner u morgen die woorden. Als ge iets verandert of vertraagt, om welke reden ook, zoudt ge geen mens het leven daardoor redden en daarentegen vele levens onvermijdelijk opofferen. Ik zal
aan uwe woorden denken. Ik hoop getrouw mijn rol te spelen. Ik ook. En nu vaarwel. Hoewel hij dit met een ernstige glimlach zeide, en hoewel hij zelfs de hand van de grijsaard aan zijn lippen bracht, scheidde hij toch nog niet van hem. Hij hielp hem de heen en weer zwaaiende gestalte bij het uitstervende vuur in zover wakker schudden dat men deze hoed en mantel kon aandoen en overhalen om mede te gaan, ten einde de bank en het werk te zoeken, waarnaar hij nog steeds zuchtend smeekte. Hij wandelde naast die gestalte aan de ene zijde en beschermde die tot op de plaats van het huis, waar dat zwaar beproefde hart, zo gelukkig in die dagen, toen hij zijn eigen verwoest hart daaraan blootlegde, de verschrikkelijke nacht doorwaakte. Hij trad op de plaats en bleef er enige ogenblikken alleen opkijkende naar het licht op hare kamer. Eer hij wegging, zond hij er zuchtend zijn zegen en zijn laatste vaarwel. Einde van hoofdstuk 12 van boek 3. Hoofdstuk 13 van boek 3. Van In Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 13. 52. In de zwarte gevangenis der conciergerie wachten de veroordeelden van die dag op de dood. Zij waren in getal als de weken van het jaar. 52 zouden die namiddag met de levensstroom van de stad naar de onbegrensde, eeuwige wereldzee gesleept worden. Eer zij hunne ellende verlaten hadden, waren er nieuwe bewoners voor gereed. Hun bloed mengde zich met het bloed dat gisteren gestort werd. Het bloed dat zich morgen met het hunne verenigen zou, was reeds aangewezen. 52 werden afgeteld. Van de fermier-generaal van 70 jaren, wiens rijkdommen hem het leven niet redden konden, tot aan de naaister van 20 jaren, wier armoede en onbekendheid haar niet redden konden. Lichamelijke kwalen ontstaan uit de ondeugden en het verzuim der mensen, maken slachtoffers in allerlei standen. En ook die verschrikkelijke zedelijke kwaal, voortgebracht door onbeschrijfelijk lijden, ondraaglijke onderdrukking en gevoelloze onverschilligheid, trof iedereen zonder onderscheid. Charles Darnay, alleen in zijn cel, had zich met geen ijdele hoop gevleid, sedert hij voor het tribunaal was geweest. Met elke regel van het verhaal dat hij aangehoord had, had hij ook zijn vonnis vernomen. Hij had best begrepen dat geen persoonlijke invloed hem redden kon, dat hij inderdaad door miljoenen was gevonnist en dat de eenheden hem niets konden baten. Desniettemin
viel het hem niet gemakkelijk, terwijl het gelaat zijner beminde vrouw hem nog steeds voor de geest zweefde, zich te onderwerpen aan hetgeen hem te wachten stond. Hij was door sterke banden aan het leven gehecht, en het was moeilijk, zeer moeilijk, zich daarvan los te maken. Als hij door aanhoudende inspanning zich langzamerhand hiervan bevrijdde, knelde ze hem des te vaster elders. Als hij zijn kracht inspande om aan de ene kant te overwinnen, bezweek hij aan de andere kant. Er was ook iets gejaagds in al zijn gedachten, en een onrustig en koortsig kloppen van het hart, dat tegen alle onderwerping worstelde. Indien hij zich wezenlijk voor één ogenblik onderworpen gevoelde, dan scheen het hem toe alsof zijn vrouw en kind daartegen protesteerden en er iets zelfzuchtigs in zien moesten. Maar dit was slechts in het begin. Weldra schepte hij moed door de opkomende gedachte dat er geen schande was in het lot dat hij tegemoet ging, en dat zeer vele mensen dagelijks, evenals hij, onbillijk veroordeeld werden en tot het einde toe standvastig bleven. Daarop volgde de gedachte dat veel van de toekomstige zielsrust zijner dierbaren afhankelijk was van zijn kalme standvastigheid. Langzamerhand bedaarde hij dus en geraakte in een betere stemming, waarin het hem mogelijk was zijn gedachten hoger te verheffen en troost van boven te zoeken. Eer de avond viel op de dag zijner ter dood veroordeling, was hij al zo ver op zijn laatste reis gevorderd, daar men hem toestond schrijfbehoeften en een licht te kopen, zette hij zich neder om te schrijven tot het ogenblik dat de lampen in de gevangenis uitgedaan moesten worden. Hij schreef een lange brief aan Lucy, waarin hij haar uitlegde hoe hij niets geweten had van de gevangenschap van haar vader, tot zij zelve hem daarvan verteld had, en dat hij even onwetend was als zij zelve van de verantwoordelijkheid van zijn vader en van zijn oom voor al die ellende, tot hij het papier had horen voorlezen. Hij had haar reeds medegedeeld dat zijn geheimhouding zelfs voor haar van de naam welke hij verzaakt had de enige voorwaarde was, die ook nu zeer begrijpelijk werd, welke haar vader bij hun huwelijk gesteld had, en de enige belofte waarop hij aangedrongen had op hun trouwdag. Hij smeekte haar om de wille haars vaders nooit te onderzoeken of haar vader het bestaan van het papier vergeten had, of dat hij eraan herinnerd werd, voor het ogenblik of voor altijd, door het verhaal van hetgeen in de Tower gebeurd was op die zondagavond, zo lang geleden, onder de lieve plantaanboom in de tuin. Indien hij er zich iets bepaalds van herinnerde, bestond er geen twijfel of hij had voorondersteld dat het met de Bastille vergaan was, toen hij het niet vermeld vond onder de reliquieën der gevangenen die door het volk ontdekt waren en aan de gehele wereld geopenbaard werden. Hij smeekte haar, hoewel met de bijvoeging dat hij wist
dat dit overbodig was om haar vader te troosten door hem met de meeste liefde te doen inzien dat het waar was dat hij niets gedaan had wat hij zich enigszins billijk kon verwijten, maar dat hij integendeel zich steeds om hunnentwil opgeofferd had. Bij hare herinnering aan de tot het einde toe voortdurende en dankbare liefde en de zegen van haar man en hare pogingen om niet onder haar leed te bezwijken, bezwoer hij haar in de hoop op hunne hereniging in de hemel haar vader te troosten. Aan haar vader schreef hij in dezelfde geest, maar hij voegde daarbij dat hij bepaaldelijk zijn vrouw en zijn kind aan zijn zorgen toevertrouwde, en hierop drukte hij te meer in de hoop om hem op te wekken uit de neerslachtigheid en de gevaarlijke herinneringen aan het verledene, waartoe hij voorzag dat hij licht vervallen zou. De heer Lorry beval hij hen allen aan en legde hem zijn wereldse zaken uit. Na dit gedaan en enige dankbare woorden van vriendschap en liefde erbij gevoegd te hebben, bleef hem niets meer te doen over. Hij dacht niet eens aan Carton. Zijn geest was zodanig met de anderen vervuld dat hij niet eens aan hem dacht. Hij had tijd genoeg deze brieven te eindigen eer het licht uitgedaan werd. Toen hij zich op de stroozak nederwierp, meende hij met de wereld afgerekend te hebben. Maar zij riep hem in de slaap terug en vertoonde zich in velerlei schitterende gestalten. Vrij en gelukkig terug in het oude huis in Soho, hoewel het niets had van het wezenlijke huis, onverklaarbaar bevrijd en verlicht van harte, was hij weder bij Lucy, en zij vertelde hem dat hij slechts gedroomd had en nooit van huis was weggegaan. Een tijd lang van volmaakte vergetelheid, en dan had hij uitgeleden en was tot haar teruggekomen, dood en in vrede. En toch, zonder dat hij enig verschil in zichzelf opmerken kon. Nog een tijd lang van volmaakte vergetelheid en hij ontwaakte in het sombere schemerlicht van de morgen, onbewust van de plaats waar hij zich bevond of van hetgeen er gebeurd was, tot de gedachte als een bliksemstraal door zijn brein voer. Heden moet ik sterven. Aldus had hij de uren doorgebracht tot het aanbreken van de dag, waarop 52 hoofden vallen moesten. En thans, nu hij bedaard was en hoopte dat hij de dood met stille heldenmoed tegemoet zou kunnen gaan, begon er in zijn afdwalende gedachten een nieuwe werking die het hem veel moeite kostte te vermeesteren. Hij had nooit het werktuig gezien dat een einde aan zijn leven zou maken. Hij vroeg zich af hoe hoog het van de grond zou zijn, hoeveel trappen hij zou moeten beklimmen, waar men hem plaatsen zou, hoe men hem aanraken zou, of de handen die hem aanraakten met bloed zouden bevlekt zijn, naar welke kant men hem met het gezicht zou stellen, of hij de eerste of de laatste zou zijn. Deze
en vele andere dergelijke vragen volstrekt niet van zijne wilskracht afhankelijk, drongen zich herhaaldelijk en herhaaldelijk ontelbare malen aan hem op, zonder echter dat zij met enige vrees in verband stonden. Hij was zich van geene vrees bewust. Zij ontstonden eerder uit een vreemd, dringend verlangen om te weten wat te doen als het ogenblik daar zou zijn. Een verlangen, reusachtig in zijn onevenredigheid, met de weinige, vluchtige ogenblikken waarop het betrekking had. Eene nieuwsgierigheid die eerder scheen te ontstaan uit een vreemde geest in zijn hart dan in zijn eigen brein. De uren snelden voorbij terwijl hij heen en weder liep, en de klokken sloegen de uren welke hij nooit weder zou horen slaan. 9 uur voor het laatst geslagen, 10 voor het laatst, 11 voor het laatst, 12 naderde om ook voor het laatst te slaan. Na eene moeilijke worsteling met die buitensporige loop zijner gedachten, die hem eindelijk begon in de war te brengen, overwon hij. Hij bleef heen en weder lopen, zachtjes de namen zijner geliefden opzeggende. Het ergste van de strijd was voorbij. Hij kon nu heen en weder lopen, bevrijd van alle verbeeldingen die hem afleiden en voor zich en voor hen bidden. 12 uur voor het laatst. Men had hem te kennen gegeven dat het laatste uur voor hem 3 uur was, en hij wist dat hij wat vroeger zou geroepen worden, daar de karren langzaam en zwaar door de straten rolden. Daarom besloot hij zich 2 voor te stellen als het uur, en zich inmiddels zoveel mogelijk te versterken, opdat hij later in staat mocht wezen ook anderen die mede ter dood gingen te troosten. Terwijl hij bedaard heen en weder stapte, met de armen over de borst geslagen, een geheel ander mens dan de gevangene die in La Force heen en weder gestapt had, hoorde hij zonder verrassing 1 uur voor het laatste slaan. Dit uur had even lang als de meeste andere uren geduurd. Hij dankte de hemel vurig voor zijn herkregen zelfbeheersing, dacht slechts nog 1 uurtje en hervatte zijn wandeling. Voetstappen in de stenen gang buiten de deur van de cel. Hij bleef staan. De sleutel werd in het slot gestoken en draaide, eer de deur openging, of terwijl dat geschiedde, zeide iemand in het Engels, heel zachtjes: "Hij heeft me hier nooit gezien. Ik ben hier uit de weg gebleven. Ga alleen naar binnen. Ik wacht in de nabijheid. Verlies geen ogenblik." De deur werd snel opengedaan en weder dichtgemaakt, en Sydney Carton stond tegenover hem van aangezicht tot aangezicht, de ogen ernstig op hem gevestigd, met het licht van een glimlach op zijn gelaatstrekken, en hem tot voorzichtigheid uitnodigende door de vinger op de lippen te leggen. Er was iets zo stralends en merkwaardigs in zijne blikken, dat op het eerste ogenblik de gevangene haast geloofde dat het eene verschijning was, door zijne eigene verbeelding opgeroepen.
maar hij sprak, en het was zijne stem. Hij greep de hand van de gevangene en hij gevoelde zijne aanraking. Van alle mensen ter wereld dacht gij het minst mij hier te zien, zei Carton. Ik kon niet geloven dat gij het waart. Ik kan het nu nauwelijks geloven. Gij zijt toch niet gevangen, vroeg hij, toen die vrees plotseling bij hem opflikkerde. Nee, ik heb toevallig enige macht over een der sluiters hier, en daardoor ben ik in staat gesteld nu bij u te zijn. Ik kom van haar, van uw vrouw, waarde Darnay. De gevangene drukte hem hartstochtelijk de hand. Ik breng u ene boodschap van haar. Wat is het? Een zeer ernstig, dringend en bepaald verzoek tot u gericht, met de meest aandoenlijke woorden van die lieve stem, welke ge u zo goed herinnert. De gevangene wendde het hoofd af. Er is geen tijd meer om te vragen waarom ik dat verzoek breng of wat het betekent. Ik heb ook geen tijd het u uit te leggen. Ge moet het maar toestemmen. Trek uw laarzen uit en de mijne dadelijk aan. Er was een stoel tegen de muur in de cel achter de gevangene. Carton, hem er naartoe dringende, dwong hem er op plaats te nemen met de snelheid van de gedachte en stond al op de kousen bij hem. Trek mijne laarzen aan. Pak ze maar op, met goede wil. Vlug. Carton, het is onmogelijk van hier te vluchten. Het zal nooit gelukken. Ge zult slechts met mij sterven. Het is razernij. Het zou razernij zijn als ik u vroeg te vluchten. Maar dat heb ik niet gedaan. Als ik u vraag door die deur te gaan, zeg dan dat ik gek ben en blijf hier. Ruil uw halsdas nu tegen de mijne en uw rok ook. Terwijl gij daarmede bezig zijt, laat me het lint uit uw haar nemen en het losschudden als het mijne. Met eene verbazende vlugheid en eene wilskracht en sterkte die bovennatuurlijk schenen, dwong hij Darnay zijn zin te doen. De gevangene was als een klein kind in zijn handen. Carton, beste Carton, het is razernij. Het kan niet gedaan worden. Het zal nooit gelukken. Men heeft het beproefd en het is nooit gelukt. Ik smeek u, vermeerder de bitterheid van de dood niet voor mij door u ook te moeten zien sterven. Mijn waarde Darnay, heb ik u gevraagd die deur uit te gaan. Als ik dat doe, weiger maar. Daar is de pen en inkt op tafel. Is uw hand vast genoeg om te schrijven? Toen gekwaamd was ze vast genoeg. Bedaar dan weder en schrijf wat ik u ga dicteren. Snel, vriend, snel. De hand drukkende tegen zijn verward hoofd ging Darnay aan de tafel zitten. Carton met de rechterhand in de borst stond vlak achter hem. Schrijf letterlijk wat ik u voorzeg. Aan wie moet ik het adresseren? Aan niemand. Carton hield nog de hand in de borst. Moet ik het dateren? Nee. De gevangene keek bij elke vraag op. Carton over hem heen staande, met de hand in de borst, keek neder. Als gij u de woorden herinnert, begon Carton te dicteren, welke lang geleden
tussen ons gewisseld zijn. Zult gij dit gemakkelijk begrijpen, zodra gij dit plan ziet. Ik weet dat ge ze u herinnert. Het ligt niet in uw aard om ze te vergeten. Hij was bezig met de hand uit de borst te trekken, maar toen de gevangene onder het schrijven in verbazing en verward opkeek, hield hij de hand terug en sloot ze op iets dat daarin verborgen was. Hebt ge al te vergeten gezet? Vroeg Carton. Ja, hebt ge daar een wapen in de hand? Nee, ik ben ongewapend. Wat is het dan? Gij zult het straks weten. Schrijf maar voort. Slechts enkele woorden nog. Hij dicteerde verder. Ik ben dankbaar dat het ogenblik gekomen is dat ik mijn woorden door daden kan staven. Dat ik het doe, behoeft niemand te bedroeven of ongelukkig te maken. Terwijl hij deze woorden zeide, met de ogen op de schrijver gevestigd, bewoog zich zijn hand zachtjes en langzaam tot dicht onder het gelaat van de schrijvende. De pen viel uit Darnay's hand op de tafel en hij keek wezenloos rond. Wat is dat voor een lucht? Vroeg hij. Lucht? Iets dat me voorbij vloog. Ik weet van niets. Er kan niets hier zijn. Neem de pen op en maak er een einde aan. Vlug, vlug. Alsof zijn geheugen verzwakt of zijn geestvermogens verward waren, spande zich de gevangene in om weder acht te geven, terwijl hij naar Carton keek met benevelde ogen en met eene benauwde ademhaling, keek Carton alweer met de hand in de borst hem vast aan. Vlug, vlug! De gevangene boog weder het hoofd op het papier. Als het anders geweest ware en Cartons hand zakte voorzichtig en stil naar Darnay's gelaat, zou ik toch nooit van de langere tijd gebruik hebben gemaakt. Als het anders geweest ware, zou ik slechts des te meer te verantwoorden hebben gehad. De hand was reeds over het gelaat van de gevangene. Als het anders geweest ware. Carton keek naar de pen en zag dat die slechts onsamenhangende en onleesbare tekens op het papier achterliet. Cartons hand werd niet meer in de borst verborgen. De gevangene sprong op met een verwijtende blik, maar Cartons hand drukte hem zwaar en vast op de neusgaten en Cartons linkerarm vatte hem om het lijf. Gedurende weinige ogenblikken worstelde hij zwak tegen de man die gekomen was om zijn leven voor hem op te offeren. Toen zeeg hij bewusteloos op de grond. Vlug, maar met handen die even vast waren als zijn hart, doste zich Carton in de klederen van de gevangene, kamde zijn haar en bond het op met het lint dat de gevangene gedragen had. Daarop riep hij zachtjes: kom binnen, kom binnen! En de spion trad in de cel. Kijk, zei Carton, naar hem opziende, terwijl hij naast de bewusteloze gestalte knielde en het papier in Darnay's borst stak. Gij waagt niet veel. Meneer Carton, hernam de spion zenuwachtig, met de vingers knippende, ik waag niet eens zoveel in deze zaak
als gij maar tot het einde toe volhoudt. Vrees mij niet, ik zal tot de dood getrouw blijven. Dat moet gij blijven, meneer Carton, als het uitkomen zal met het getal van 52. Als gij zo gekleed volhardt, dan behoef ik niets te vrezen. Vrees niets, het zal weldra buiten mijn macht zijn u te benadelen, en de anderen zullen met Gods hulp spoedig ver van hier zijn. Haal nu iemand om u te helpen mij naar het rijtuig te dragen. U? Vroeg de spion steeds zenuwachtig. Hem, mens, hem, met wie ik geruild heb. Ge gaat toch weg door dezelfde deur waardoor we binnengekomen zijn. Natuurlijk, ik was al zwak en flauw toen ge mij binnenbracht, en nu ge mij wegbrengt, ben ik in onmacht gevallen. Het afscheid nemen is mij te zwaar gevallen. Zoiets is hier dikwijls herhaaldelijk voorgevallen. Uw leven is in uw eigen hand. Vlug, roep om hulp. Zweert ge mij niet te verraden, zei de bevende spion, nog op het laatste ogenblik aarzelende. Mens, mens, riep Carton stampvoetende, heb ik niet reeds een plechtige belofte gedaan te zullen volhouden? Waarom staat ge nu de kostbare minuten te verspillen? Breng hem weg naar de plaats van het huis dat u aangewezen is. Leg hem zelf in het rijtuig. Laat hem zelf aan de heer Lorry zien. Zeg hem zelf dat hij hem niets anders moet geven om hem bij te brengen dan frisse lucht, en dat hij denken moet aan hetgeen wij gisteravond samen afspraken, en aan zijn belofte van gisteravond om dadelijk te vertrekken. De spion verwijderde zich, en Carton nam plaats aan de tafel, met het hoofd tussen de handen. De spion keerde dadelijk terug met twee mannen. Hoe? Zei er een van, met een blik op de bewusteloze gestalte. Is hij zo bedroefd dat zijn vriend een prijs getrokken heeft in de loterij van Sint-Guillotin? Een goed patriot, zei de ander, zou nauwelijks bedroefder zijn als de aristocraat 1-0 getrokken had. Zij hieven de bewusteloze gestalte op, legden ze op een baar, welke zij aan de deur van de cel hadden gelaten, en maakten zich gereed ze weg te dragen. De tijd is kort, Evremonde, zei de spion met een waarschuwende stem. Ik weet het, hernam Carton. Ik smeek u zorg te dragen voor mijn vriend en mij alleen te laten. Nu dan, mes enfants, zei Barça, pakt hem op en laten we gaan. De deur van de cel werd dichtgesloten en Carton bleef alleen, zijn gehoorvermogen zoveel mogelijk inspannende, luisterde hij naar elk geluid dat verdenking of alarm in de gevangenis kon verraden. Niets. Hij hoorde sleutels ronddraaien, deuren toeslaan, voetstappen in de verwijderde gangen, maar geen geschreeuw of ongewone drukte. Hij begon dus binnenkort vrij adem te halen, ging weder aan de tafel zitten en luisterde tot de klok 2 uur sloeg. Geluiden die hij niet vreesde, want hij giste wat ze betekenden, begonnen nu hoorbaar te worden. Verscheidene deuren werden achtereenvolgens geopend, en eindelijk ook die van zijn cel.
Een cipier met een lijst in de hand keek naar binnen en zeide slechts: "Volg mij, Evremonde." En hij volgde hem naar een somber vertrek op enige afstand. Het was een donkere winterdag en de schaduwen daarbuiten en de schaduwen daarbinnen maakten dat hij slechts onduidelijk de anderen onderscheiden kon die daarheen gebracht werden om zich te laten binden. Enigen stonden, enigen zaten, sommigen klaagden en bleven in rusteloze beweging. De grote meerderheid zweeg en stond stil, met de ogen op de grond starende. Terwijl hij bij de muur stond, in een donkere hoek, en enigen der 52 na hem binnengebracht werden, bleef één man in het voorbijgaan staan, om hem als een bekende te omhelzen. Hij rilde van de vrees om ontdekt te worden, maar de man ging verder. Slechts weinige ogenblikken daarna kwam een jong meisje, zwak en tenger van gestalte, met een schoon, doodsbleek gelaat en wijd opengespalkte, geduldige ogen van de plaats waar hij haar had zien zitten, en sprak hem aan. "Burger Evremonde," zeide zij, hem met de ijskoude hand aanrakende, "ik ben de arme kleine naaister die met u in La Force was." Tot antwoord mompelde hij: "Dat is waar. Ik weet niet meer waarvan gij beschuldigd werd. Van complotten, hoewel de hemel weet dat ik onschuldig ben. Zou het ook waarschijnlijk zijn? Wie zou eraan denken samen te zweren met zulk een arm, klein, zwak wezen als ik ben?" De wanhopige glimlach welke deze woorden vergezelde trof hem zo dat de tranen hem in de ogen welden. "Ik vrees dus voor niets, burger Evremonde, maar ik heb niets gedaan. Ik wil wel sterven als het de Republiek die ons armen zoveel goed zal doen baten zal, maar ik begrijp niet hoe dit het geval zou kunnen wezen, burger Evremonde. Zulk een arm, zwak schepseltje als ik ben." Voor de laatste keer op aarde zou zijn hart warm en week worden, en het werd week en warm toen hij het beklagenswaardige meisje aankeek. "Ik hoorde dat ge in vrijheid gesteld waart, burger Evremonde. Ik hoopte dat het waar was." "Het was waar, maar ik werd weder aangehouden en veroordeeld." "Als ik met u rijden mag, burger Evremonde, mag ik uwe hand vasthouden. Ik ben niet bang, maar ik ben klein en zwak, en het zou mij meer moed geven." Terwijl de geduldige ogen naar zijn gelaat opgeheven werden, zag hij er een plotselinge twijfel en daarop een blik van verbazing uitstralen. Hij drukte de van werk en honger vermagerde hand en legde zijn eigen vinger op de lippen. "Gaat gij voor hem sterven?" fluisterde zij. "En voor zijn vrouw en kind?" "Stil! O vreemdeling, mag ik uwe sterke hand vasthouden?" "Stil, ja, ma pauvre sœur, tot het einde toe." Dezelfde schaduwen welke op de gevangenis vallen, vallen op hetzelfde uur van de vroege namiddag op de barrière, door de menigte omgeven,
terwijl eene reiskoets die uit Parijs vertrekken wil, komt aanrijden om onderzocht te worden. Wie is daar? Wie zit in de wagen? De papieren. De papieren worden er uitgestoken en gelezen. Alexander Manette, geneesheer, een Frans burger. Wie is dat? Deze, de hulpeloze, verward mompelende, ijlhoofdige grijsaard, wordt aangewezen. Het schijnt dat de burgergeneesheer niet bij zijn zinnen is. De revolutiekoorts schijnt zijn krachten ondermijnd te hebben. Dat is ook het geval. Ha, velen lijden daaraan. Lucie zijn dochter, ook Frans. Wie is dat? Deze. Dat schijnt zo. Lucie, de vrouw van Evremonde, niet waar? Zo is het. Ha, Evremonde heeft elders afspraak gemaakt. Lucie, haar kind, in Engeland geboren. Deze, niet waar? Deze natuurlijk. Kus me, kind van Evremonde. Nu hebt ge een goed republikein een kus gegeven. Dit is iets nieuws in uw familie. Vergeet het nooit. Sydney Carton, advocaat, Engels. Waar is hij? Hij ligt hier, in een hoek van het rijtuig. Hij wordt uitgewezen. Het schijnt dat de Engelse advocaat ene flauwte gekregen heeft. Men hoopt dat de frisse buitenlucht hem goed zal doen. Zijn gezondheid is zeer zwak en hij heeft een droevig afscheid moeten nemen van een vriend die zich de ongenade der Republiek op de hals gehaald heeft. Is dat alles? Dat wil toch niet veel zeggen. Er zijn velen die zich de ongenade der Republiek op de hals gehaald hebben en nu door het venstertje moeten kijken. Jarvis Lorry, bankier, Engelsman. Wie is dat? Ik natuurlijk. Er is niemand anders. Het is Jarvis Lorry die op al deze vragen geantwoord heeft. Het is Jarvis Lorry die uit het rijtuig geklommen is en met de hand aan het portier staat om de groep ambtenaren te woord te staan. Zij wandelen bedaard rondom het rijtuig en klimmen bedaard op de bok om de weinige bagage bovenop te onderzoeken. Het boerenvolk in het rond staande dringt wat dichter bij het portier en kijkt er nieuwsgierig in. Een klein kind wordt door zijn moeder omhoog gehouden en zijn kort armpje wordt door het portier gestoken om het te doen aanraken door de vrouw van een aristocraat die naar de guillotine gegaan is. Zie daar uw papieren, Jarvis Lorry, behoorlijk afgetekend. Kan men vertrekken, burger? Men kan vertrekken. Voorwaarts, postiljon. Goede reis. Ik groet u, burger, en het eerste gevaar is voorbij. Deze zijn weder de woorden van Jarvis Lorry, terwijl hij de handen ineenslaat en een blik naar de hemel zendt. Er is angst in de wagen en geween en het zware ademhalen van de bewusteloze reiziger. Rijden we niet te langzaam, kunt ge hen niet tot meerdere spoed aanzetten, vroeg Lucie, de grijsaard krampachtig vasthoudende. Dat zou te veel op vluchten gelijken, mijn lieve. Ik moet hen niet te veel jagen. Dat zou te veel verdenking opwekken. Kijk achteruit. Kijk achteruit of men ons niet vervolgt. Er is niets te zien. De weg is vrij, liefste. Tot dusver worden we niet vervolgd.
huizen in tweeën en drieën gaan ons voorbij. Eenzame boerderijen, vervallene gebouwen, ververijen, leerlooierijen en dergelijke. Het open veld en lanen van kale bomen, de harde, ongelijke straatstenen zijn onder ons. De weken diepe modder van weerskanten. Soms rijden we door de modder om de schokkende en schuddende stenen te vermijden. En soms blijven we in gaten en diepe sporen steken. De kwelling van ons ongeduld is zo ondraaglijk dat wij in onze woeste schrik en haast uit het rijtuig zouden willen klimmen en lopen, ons verbergen, alles doen behalve stilstaan. Alweer van het land af, alweer onder vervallen gebouwen, eenzame boerderijen, ververijen en leerlooierijen en dergelijke. Huizen in groepen van 2 tot 3 bij elkaar en lanen van kale bomen hebben deze mensen ons bedrogen en brengen ze ons langs een andere weg terug. Is dit niet weder dezelfde plaats? Goddank nee, een dorp. Kijk achteruit, of men ons vervolgt. Stil, het posthuis. Heel bedaard worden onze 4 paarden uitgespannen. Heel rustig staat ons rijtuig in de kleine straat van zijn paarden beroofd, alsof het nooit weder in beweging gebracht zou worden. Heel langzaam worden de verse paarden 1 voor 1 zichtbaar. Heel bedaard volgen de nieuwe postiljons, op de knopen van hunne zwepen zuigende of ze vastbindende. Heel bedaard tellen de oude postiljons hun geld, krijgen verkeerde uitkomsten en twisten over het bedrag. Inmiddels slaan onze benauwde harten zo snel, dat zij de snelste ren van de vlugste paarden ter wereld verre overtreffen zouden. Eindelijk zitten de nieuwe postiljons weder op en de ouden blijven terug. Wij zijn het dorp uit, de heuvel op en op een laag liggend waterachtig plein. Plotseling beginnen de postiljons druk en met levendige gebaren met elkaar te praten en de paarden worden zo plotseling tot staan gebracht dat zij geheel op de achterbenen zakken. Wij worden vervolgd. Hola, daar in het rijtuig, zeg eens. Wat is er? Vraagt de heer Lorry door het portier. Hoevelen zeiden zij? Ik versta u niet. Aan het laatste station. Hoevelen gingen heden naar de guillotine? 52. Zei ik het niet? Een mooi getal. Mijn medeburger hier hield vol dat het slechts 42 waren. 10 hoofden meer. Dat is de moeite waard. Het gaat best met de guillotine. Heerlijk. Hihi. Voorwaarts. Voorwaarts. De nacht valt donker. Hij beweegt zich nu. Hij begint bij te komen en verstaanbaar te spreken. Hij gelooft dat zij nog samen zijn. Hij noemt zijn naam en vraagt hem wat hij in de hand heeft. O genade, barmhartige hemel, help ons. Kijk achteruit, of wij vervolgd worden. De wind jaagt ons achterna, de wolken vliegen ons achterna, de maan zeilt ons achterop en de gehele woeste natuur vervolgt ons. Maar tot zover worden wij door niets anders vervolgd. Einde van hoofdstuk
13 van boek 3. Hoofdstuk 14 van boek 3. Van In Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14. Het einde van het breiwerk. Op hetzelfde ogenblik dat de 52 de dood stonden te wachten, hield Madame Defarge een sombere, onheilspellende raad met La Vengeance en Jacques Drie van de revolutionaire jury. Het was niet in het wijnhuis dat Madame Defarge met deze hare ministers raadpleegde, maar onder het dak van de houthakker, vroeger de arbeider aan de straatweg. De houthakker zelf nam geen deel aan de conferentie, maar bleef op een kleine afstand als een ondergeschikt trawant die niet spreken moest eer hij aangesproken werd en geen gevoelen moest uiten tot men hem daarna vroeg. Maar onze Defarge, zei Jacques Drie, is zeker een goed republikein, niet waar? Er is geen betere in geheel Frankrijk te vinden, verklaarde de woordenrijke Vengeance met schelle stem. Stil, petit Vengeance, zei Madame Defarge, eventjes de wenkbrauwen fronsende, terwijl zij de hand legde op de lippen van hare onderbevelhebster. Laat mij spreken. Mijn man, burger, is een goed republikein en dapper genoeg. Hij heeft de republiek goede diensten bewezen en bezit haar vertrouwen. Maar mijn man heeft zijn zwakke punten, en een ervan is dat hij medelijden heeft met deze dokter. Het is toch jammer, kraste Jacques Drie met een twijfelend hoofdschudden, terwijl de vrede vingers om de hongerige mond speelden, dat lijkt toch niet heel en al op een goed burger. Het is iets dat te betreuren is. Zie, riep madame, ikzelve geef niets om de dokter. Niets. Hij mag zijn hoofd op de schouders houden of het verliezen wat mij aangaat. Dat kan mij niet schelen. Maar het ras der Evremondes moet uitgeroeid worden en de vrouw en het kind moeten de man en de vader volgen. Zij heeft er een mooi hoofd voor, kraste Jacques Drie. Ik heb blauwe ogen en gouden lokken daar gezien en zij zagen er allerbekoorlijkst uit toen Samson ze omhoog hield. Het monster sprak als een lekkerbek. Madame Defarge sloeg de ogen neder en peinsde een ogenblik. Het kind ook, merkte Jacques Drie op, met veel genot, heeft gouden lokken en blauwe ogen. En wij zien er niet veel kinderen. Het is een lief gezicht. Met één woord, zei Madame Defarge, zich uit hare korte afgetrokkenheid losrukkende. Ik kan mijn man in deze zaak niet vertrouwen. Ik gevoel niet slechts dat ik hem de bijzonderheden
van mijn plan niet mededelen kan, maar ik gevoel ook dat als ik het uitstel, ik gevaar loop dat hij hen waarschuwt, en dan zouden zij ons ontsnappen. Dat moet niet, kraste Jacques Drie. Niemand moet ontsnappen. Wij hebben nu al niet eens de helft die we hebben moesten. Wij moesten 120 daags hebben. Om kort te gaan, vervolgde Madame Defarge. Mijn man heeft geen reden, zoals ik, om deze familie uit te roeien, en ik heb geen reden als hij om enig gevoel voor deze dokter te hebben. Ik moet dus zelfstandig handelen. Kom eens hier, kleine burger. De houthakker, die dodelijk bang voor haar was en haar met de meeste eerbied en onderdanigheid diende, naderde met de hand aan de rode muts. Wat die tekens en wenken aangaat, burger, zeide Madame Defarge streng, welke zij aan de gevangene gaf. Gij zijt toch gereed getuigenis dienaangaande af te leggen voor het tribunaal? Ja, ja, waarom niet, riep de houthakker. Elke dag, bij goed en slecht weder, tussen 2 en 4, altijd aan het signaleren, soms met, soms zonder de kleine. Ik weet wat ik weet. Ik heb goed uit de ogen gekeken. Onder het spreken maakte hij allerhande gebaren, alsof hij toevallig enige der vele wenken, welke hij nooit gezien had, nadeed. Duidelijk complotten, zei Jacques Drie, ontegenzeggelijk. Men behoeft niet aan de jury te twijfelen, vroeg Madame Defarge met een sombere glimlach, de ogen op hem vestigende. Vertrouw op de vaderlandslievende jury, waarde citoyenne. Ik sta voor de leden van de jury in. Laat nu eens zien, zei Madame Defarge, nogmaals peinzende. Laat mij eerst eens bedenken. Kan ik die dokter voor mijn man sparen? Ikzelve heb daar niets voor of tegen. Kan ik hem sparen? Zijn hoofd is er altijd één, merkte Jacques Drie zachtjes op. Wezenlijk, er vallen geen hoofden genoeg. Het zou jammer zijn, dunkt me. Hij was ook bezig met naar de gevangenen te signaleren, toen ik haar zag, redeneerde Madame Defarge. Ik kan van de ene niet spreken en van de ander zwijgen. En ik moet zelve de mond dicht houden en alles aan deze kleine burger hier overlaten. Want ikzelve ben juist geen slechte getuige. La Vengeance en Jacques Drie wedijverden met elkaar in vurige betuigingen dat zij de meest bewonderenswaardige en allerverwonderlijkste getuige was die men zich denken kon. De kleine burger, die niet overtroffen wilde worden, verklaarde dat zij een hemelse getuige was. Hij moet de kans maar wagen, zei Madame Defarge. Nee, ik kan hem niet sparen. Ge hebt iets te doen om 3 uur? Ge gaat het troepje van heden onder de guillotine zien brengen, niet waar? De vraag werd gericht tot de houthakker, die ze haastig met ja beantwoordde, terwijl hij de gelegenheid waarnam om te zeggen dat hij de vurigste der republikeinen was
en dat hij inderdaad de ongelukkigste der republikeinen zou zijn als er iets tussen beiden kwam om hem te beletten het genoegen te smaken van zijn namiddagpijpje te roken onder het aanschouwen van die komieke nationale barbier. Hij was zo luidruchtig in zijn betuigingen dat hij verdacht had kunnen worden. Misschien was hij wel verdacht in de donkere ogen die hem verachtelijk aankeken uit het hoofd van Madame Defarge, van enige vrees te koesteren voor zijn eigene veiligheid op elk ogenblik van de dag. Ik heb ook afspraak op dezelfde plaats, zei Madame. Als het voorbij is, bijvoorbeeld om 8 uur hedenavond, kom dan bij mij in Sint-Antoine en wij zullen die mensen in mijn sectie denonceren. De houthakker betuigde dat het hem een eer en een genoegen zou zijn om zijn opwachting bij de citoyenne te maken. Toen de citoyenne hem aankeek, werd hij verlegen, ontweek haar oog, zoals een hondje zou gedaan hebben, kroop achter het hout weg en verborg zijn verlegenheid achter het handvat van zijn zaag. Madame Defarge riep nu het lid van de jury en La Vengeance dichter bij de deur en legde hun daar hare bedoelingen uit. Zij zal nu thuis zijn, het ogenblik van zijn dood afwachtende. Zij zal klagen en jammeren. Zij zal in een gemoedstoestand verkeren die haar de rechtvaardigheid der Republiek in twijfel zal doen trekken. Zij zal vol sympathie zijn voor de vijanden daarvan. Ik zal bij haar gaan. Welk ene verbazende, welk ene aanbiddenswaardige vrouw, riep Jacques Drie verrukt. Ah, ma chérie, riep La Vengeance haar omhelzende. Neem mijn breiwerk, zei Madame Defarge, het haar overgevende, en houd het voor mij gereed, op mijn gewone plaats. Bewaar mijn stoel voor mij. Ga er maar dadelijk heen, want er zullen waarschijnlijk heden meer mensen zijn dan anders. Gaarne gehoorzaam ik aan de bevelen van mijn chef, sprak La Vengeance opgeruimd, terwijl zij haar de wang kuste. Ge zult zorgen niet te laat te komen. Ik zal er zijn eer men begint en eer de karren aankomen. Zorg toch er bij tijds te zijn, mon ami, riep La Vengeance haar achterna, want zij was al op straat voor de aankomst der karren. Madame Defarge gaf haar een wenk met de hand om haar te doen zien dat zij haar gehoord had en dat men op haar rekenen kon, en stapte toen door de modder om de hoek van de gevangenismuur, terwijl La Vengeance en het lid der jury haar achterna keken, maakte hare fraaie gestalte en hare grootse, zedelijke hoedanigheden een diepe indruk op hen. Er waren vele vrouwen ter dier tijd die door de omstandigheden uiterlijk akelig veranderd schenen, maar onder deze was er geene die meer te vrezen was dan de roekeloze vrouw die nu door de straten stapte, krachtig en onbevreesd van aard, vlug van verstand, behendig en vastberaden, en met die soort van schoonheid begaafd
welke niet slechts bestemd schijnt om haar die ze bezit met vastheid en verbittering te bezielen, maar om anderen ook te treffen door de instinctmatige erkenning deze hoedanigheden. Zou zij onder welke omstandigheden ook in tijden van beroerte eene rol gespeeld hebben, maar sedert hare jeugd bezield met een bewustzijn van verongelijking en een onverzoenlijke haat tegen de hogere klassen, had de gelegenheid haar tot eene tijgerin ontwikkeld. Zij kende bepaaldelijk geen medelijden, al had zij die deugd ooit bezeten. Zij was er nu geheel van ontbloot. Het raakte haar niet dat een onschuldige ging sterven voor de misdaden zijner voorvaderen. Zij zag hem niet, maar de laatsten alleen. Het raakte haar niet dat zijn vrouw tot eene weduwe zou gemaakt worden en zijn dochter tot wees. Dat was geen voldoende straf, omdat zij hare vijanden waren en als zodanig het recht verloren hadden om langer te leven. Het was hopeloos zich op haar gevoel te beroepen, daar zij zelfs voor zich geen medelijden kende. Indien zij ter nedergeveld waren geweest in een der vele straatgevechten waaraan zij deelgenomen had, zou zij geen medelijden met zichzelf gekend hebben. En als men haar morgen naar de guillotine zond, zou zij zonder enig verzacht gevoel daarheen gaan en alleen met een woedende begeerte bezield om van plaats te ruilen met hem die haar daarheen zond. Dit was het hart dat Madame Defarge onder haar gewaad verborg. Hoe slordig dat gewaad ook hing, ontbrak het haar niet aan eene zekere woeste aanvalligheid, en haar donker haar zag er rijk uit onder de grove muts. Verborgen in haar boezem droeg zij een geladen pistool. Verborgen in haar gordel was er een scherpe dolk. Aldus uitgerust en voortstappende met de vaste tred aan haar karakter eigen en met de ongedwongene losheid eener vrouw die in hare jeugd gewoon was geweest blootsvoets te lopen langs het gele zand van de zee, trok Madame Defarge door de straten. De vorige avond echter, toen de tocht met de reiskoets die op het ogenblik op hare vracht wachtte overlegd werd, was het bezwaar om plaats voor juffrouw Pross te vinden de heer Lorry dadelijk voor de geest gekomen. Het was niet slechts wenselijk de wagen niet te zwaar te laden, maar het was ook van het hoogste belang de tijd om het rijtuig en de reizigers te onderzoeken zoveel mogelijk te bekorten, daar hunne ontsnapping wellicht afhing van het uitwinnen van enige ogenblikken hier en daar onderweg. Eindelijk, na rijp overleg, had hij voorgesteld dat juffrouw Pross en Jerry, die een pas hadden om de stad te verlaten, om 3 uur vertrekken zouden in het lichtste soort van rijtuig, toenmaals bekend. Onbezwaard met bagage zouden zij weldra de reiskoets inhalen en die dan vooruitrijdende konden zij postpaarden bestellen en de reis zeer bevorderen gedurende de kostbare uren van de nacht, wanneer men de meeste vertraging te vrezen had. Daar zij in deze schikking
de gelegenheid zag om in de dringende nood van dienst te wezen, greep juffrouw Pross die met vreugde aan. Zij en Jerry hadden de reiskoets zien vertrekken. Zij wisten wie het was die Salomo bracht en sleten 10 minuten van kwellende angst eer zij ertoe overgingen om hunne laatste schikkingen te maken om de wagen te volgen. Juist terwijl Madame Defarge door de straten trekkende, hoe langer hoe meer de verlatene woning naderde, waar zij te samen raadpleegden. Nu, wat zegt gij ervan, meneer Cruncher? Vroeg juffrouw Pross, wier ontroering zo groot was dat zij nauwelijks spreken, laat staan, zich bewegen of ademhalen kon. Wat zegt gij ervan? Zullen wij van dit huis vertrekken, daar er heden al 1 wagen van hier vertrokken is, zou dat wellicht verdacht schijnen. Naar mijn gevoelen, juffrouw, hernam de heer Cruncher, hebt gij gelijk. En gelijk of ongelijk, ik houd mij aan u. Ik ben zo geslingerd tussen vrees en hoop voor onze vrienden, zei juffrouw Pross, hartstochtelijk schreiende, dat het mij eene onmogelijkheid is enig plan te maken. Zijt gij in staat om een plan te maken, mijn lieve, beste meneer Cruncher? Aangaande mijn toekomstige levensloop hoop ik van ja, juffrouw, hernam de heer Cruncher. Ja, dat hoop ik. Aangaande het tegenwoordige ogenblik vrees ik dat mijn arme oude kop tot niets in staat is. Zoudt ge mij de gunst willen bewijzen, juffrouw, om 2 beloften en geloften voor mij te onthouden die ik in deze nood wenste te doen? Om's hemels wil, riep juffrouw Pross nog bitter schreiende, zeg ze maar dadelijk, mijn goede man, en laten we daarmede gedaan krijgen. Ten eerste, sprak de heer Cruncher, van top tot teen sidderende en met een doodsbleek gelaat, als die arme mensen eens veilig en wel van hier ontsnappen, dan zal ik het nooit, nee, nooit weder doen. Ik ben ervan overtuigd, meneer Cruncher, antwoordde juffrouw Pross, dat gij het nooit weder zult doen, wat het ook zij. En ik verzoek u de goedheid te hebben volstrekt niet in bijzonderheden te treden omtrent datgene wat het is. Nee, juffrouw, hernam Jerry, ik zal het u niet zeggen. Ten tweede, als die arme mensen eens goed thuis zijn, dan zal ik van mijn leven niet zoeken te beletten dat mijn vrouw neerploft, zoveel zij maar wil. Wat dit ook voor eene huishoudelijke verrichting zij, zei juffrouw Pross, terwijl zij haar best deed tot bedaren te komen en zich de ogen af te drogen, twijfel ik er niet aan dat die geheel en al aan juffrouw Cruncher moet overgelaten worden. O, onze arme vrienden! Ik mag hier nog bijvoegen, juffrouw, ging de heer Cruncher voort, met eene schrikbarende neiging om te praten, alsof hij op de kansel stond, dat ik u verzoek aantekening van mijn woorden te houden en ze aan juffrouw Cruncher over te brengen, dat mijn denkwijze omtrent haar neerploffen eene wijziging ondergaan heeft, en dat ik nu hoop dat mijn vrouw op dit ogenblik neergeploft mogen zijn.
Ja, 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 dat hoop ik ook, mijn goede man, riep de ongelukkige juffrouw Pross. En ik hoop dat het aan hare verwachtingen voldoet. De hemel behoede, ging de heer Cruncher voort, met toenemende plechtigheid, langzaamheid en neiging om vol te houden met zijn deftige taal. De hemel verhoede dat iets wat ik ooit vroeger gezegd of gedaan mogen hebben, nu gewroken zou worden op mijn wensen voor die arme, vluchtende schepselen. De hemel, zeg ik, behoede hen. Waarom zouden we niet allen neerploffen, als er maar tijd voor was, om de hemel te bidden hen uit deze akelige nood te redden? Eindigende ten laatste de heer Cruncher, na tevergeefs eene betere wijze gezocht te hebben om datgene wat hij op het hart had uit te drukken. En intussen naderde madame Defarge op weg door de straten, hoe langer hoe meer. Als wij ooit weder in ons vaderland terugkomen, zei juffrouw Pross, kunt ge erop rekenen dat ik, uw vrouw, alles vertellen zal wat ik mij herinneren kan en begrepen heb van hetgeen gij op zulk eene indrukwekkende wijze verklaard hebt. En wees in elk geval verzekerd dat ik van uw gewilligheid op dit verschrikkelijke ogenblik getuigen zal. Maar laat ons nu overleggen wat we moeten doen. Mijn beste meneer Cruncher, laat ons daaraan denken. En steeds naderde madame Defarge door de straten, stampende, hoe langer hoe meer. Als gij vooruitgingt, zei juffrouw Pross, om het rijtuig en de paarden te beletten hier te komen en mij ergens anders afwachten, zou dat niet het beste zijn. De heer Cruncher dacht wel dat dit het beste zou zijn. Waar zoudt ge op mij kunnen wachten? De heer Cruncher was zo in de war dat hij zich geen andere plaats herinneren kon dan de Temple Bar. Helaas, de Temple Bar was honderden mijlen vandaar en madame Defarge was nu al heel dichtbij. Bij de poort van de grote kerk, zei juffrouw Pross, zou het een grote omweg zijn om mij bij de ingang van de grote kerk tussen de twee torens op te nemen. Nee, juffrouw, zei de heer Cruncher. Nu, mijn goede man, hernam juffrouw Pross, loop dadelijk om de paarden daarheen te bestellen in plaats van hier. Ik weet niet of ik u wel verlaten moest, zei de heer Cruncher aarzelend. Ziet ge, men weet niet wat hier gebeuren kan. Dat weet de hemel en wij niet, antwoordde juffrouw Pross. Maar vrees niet voor mij. Neem mij op bij de kerk om 3 uur, of zo kort, bij 3 uur mogelijk. Ik ben zeker dat dit beter zal zijn dan van hier te vertrekken. Daar, dank je, meneer Cruncher. Denk niet om mij, maar om diegenen wier leven wellicht van ons afhangt. Dit slot deed de heer Cruncher tot een besluit komen, vooral toen juffrouw Pross daarbij angstig smekende hem de beide handen drukte. Met een paar aanmoedigende knikjes ging hij dadelijk heen om de beschikking te maken en liet haar achter om hem later op de voorgestelde wijze te volgen. Het was een grote verlichting voor juffrouw Pross,
eene voorzorg bedacht te hebben die nu reeds genomen werd. Het was eene tweede verlichting voor haar, zich uiterlijk zo te moeten kleden, dat hare gestalte de bijzondere aandacht op straat niet trekken zou. Zij keek op haar horloge. Het was 2:40. Zij had geen tijd te verliezen, maar moest zich dadelijk gereed maken. In hare grote ongerustheid, bevreesd voor de eenzaamheid der verlaten vertrekken, en zich verbeeldende dat zij gezichten zag kijken om de hoek van elke half openstaande deur, haalde juffrouw Pross een kom water en begon zich de opgezwollene rode ogen te betten. Gekweld door eene koortsachtige vrees kon zij niet verdragen dat haar gezicht slechts voor één ogenblik door het druppelende water verduisterd werd, maar hield telkens op en keek om of zij door niemand bespied werd. Bij eene deze gelegenheden schrikte zij en gaf een gil, want zij zag een gestalte in de kamer. De kom viel op de grond in stukken en het water vloeide tot aan de voeten van Madame Defarge. Langs vreemde, harde wegen en door vele besmettende bloedplassen waren deze voeten het water tegemoet gekomen. Madame Defarge keek haar koel aan en zeide: "De vrouw van Evremonde, waar is die?" Het schoot juffrouw Pross dadelijk in de gedachte dat de deuren allen open stonden, het geen aanleiding kon geven om aan de vlucht te denken. Het eerste wat ze deed, was ze te sluiten. Er waren er 4 in de kamer en zij sloot ze allen. Daarop plaatste zij zich voor de deur van de kamer welke Lucie bewoond had. Madame Defarge's donker oog volgde haar gedurende deze vlugge daad en rustte op haar toen ze volbracht was. Juffrouw Pross had niets schoons over zich. De jaren hadden de woestheid niet getemd, noch de grimmigheid van haar uiterlijk verzacht. Maar zij was ook op hare wijze eene vastberadene vrouw, en zij nam Madame Defarge met één blik van top tot teen op. Ge zoudt, naar uw uiterlijk te oordelen, de vrouw van de Satan zelve kunnen zijn, sprak juffrouw Pross in zichzelf. Maar ge zult mij niet overmeesteren. Ik ben eene Engelse. Madame Defarge keek haar verachtelijk aan, maar toch ook met hetzelfde bewustzijn als juffrouw Pross, dat zij beiden tegenover elkander ten strijd gereed stonden. Zij zag eene krachtige, vlugge, gespierde vrouw voor zich, evenals de heer Lorry, jaren geleden de vrouw met de sterke hand in haar gezien had. Zij wist zeer goed dat juffrouw Pross de trouwste vriendin der familie was. Juffrouw Pross van haar kant wist ook zeer goed dat Madame Defarge de boosaardigste vijandin der familie was. Op weg daarnaartoe, zei Madame Defarge met een vluchtige beweging van de hand in de richting van de noodlottige plaats wijzende, waar men mijn plaats en mijn breiwerk voor mij bewaart, ben ik in het voorbijgaan gekomen om haar mijn compliment te maken. Ik wenste haar te zien. Ik weet
dat uwe bedoelingen slecht zijn, zei juffrouw Pross, en ge kunt erop rekenen dat ik mijn best zal doen ze te verijdelen. Beiden spraken in hare moedertaal. Beiden waren zeer waakzaam en oplettend om uit blikken en gebaren op te maken wat de onverstaanbare woorden betekenden. Het zal haar geen goed doen dat zij zich voor mij schuilhoudt op zulk een ogenblik, zei Madame Defarge. Goede patriotten zullen begrijpen wat dit betekent. Laat me haar zien. Ga haar zeggen dat ik haar zien moet. Hoort gij? Als die ogen van u tangen waren, hernam juffrouw Pross, en ik eene plank was, zoudt ge geen splinter van mij loskrijgen. Nee, gij kwaadaardige, uitheemse vrouw, ik kan u staan. Het was niet waarschijnlijk dat Madame Defarge deze hare eigenaardige woorden ten volle begreep, maar het was toch duidelijk dat men haar trotseerde. Onnozel, dierlijk wezen, zei Madame Defarge, de wenkbrauwen fronsende, antwoord gij niet. Ik vraag om haar te zien. Een van beide. Zeg haar dat ik haar zien wil, of ga uit de weg van die deur en laat mij bij haar gaan. Dit zeide zij met een oplettend gebaar van de rechterarm. Ik had nooit gedacht, zei juffrouw Pross, dat ik nodig zou hebben uwe onzinnige taal te verstaan, maar ik zou alles geven wat ik in de wereld bezit, tot aan de klederen van mijn lijf, om te weten of ge alles of slechts een gedeelte gist van hetgeen er gebeurd is. Geen van beiden vergat voor één ogenblik de andere in de ogen te zien. Madame Defarge had zich niet van de plek verroerd waar zij stond, toen juffrouw Pross haar eerst ontwaarde. Maar nu trad zij ene schrede vooruit. Ik ben ene Engelse, zei juffrouw Pross. Ik ben tot wanhoop gebracht. Ik geef geen duit om mijzelf. Ik weet dat, hoe langer ik u hier ophoud, hoe groter de gunstige kans wordt voor mijn lievelingen. Ik zal geen handvol van dat zwarte haar op uw hoofd laten als gij mij met één vinger aanraakt. Dus sprak juffrouw Pross, het hoofd schuddende en met een bliksemstraal uit de ogen, tussen elke korte volzin, terwijl zij telkens tussen elke zin driftig ademhaalde. Dus sprak juffrouw Pross, die nooit van haar leven iemand een slag had toegebracht. Haar moed echter was zodanig door aandoening opgewekt, dat haars ondanks de tranen haar in de ogen welden. Het was een moed die zo onverstaanbaar was voor Madame Defarge, dat zij die als zwakheid beschouwde. Ha, ha, lachte zij, gij arme zottin, wat hebt gij in te brengen? Ik richt me tot de dokter. Daarop verhief zij de stem en riep, citoyen docteur, vrouw van Evremonde, kind van Evremonde, laat iemand anders dan deze ellendige zottin de citoyenne Defarge antwoorden. Wellicht dat de daarop volgende stilte of enige geheimzinnige uitdrukking op het gelaat van juffrouw Pross, of een plotseling opkomend vermoeden van
bij de vorige oorzaken onafhankelijk Madame Defarge influisterde dat zij weg waren. Zij opende snel drie der deuren en keek naar binnen. De kamers liggen overhoop. Men heeft er overhaast gepakt. Er ligt nog allerlei op de grond. Er is niemand in de kamer achter u. Laat mij zien. Dat nooit, hernam juffrouw Pross, die de vraag even goed begreep als madame het antwoord. Als zij in die kamer niet zijn, zijn ze weg en ze kunnen vervolgd en teruggebracht worden, sprak madame Defarge in zichzelf. Zolang gij niet weet of zij in die kamer zijn of niet, blijft gij in de onzekerheid wat te doen, sprak juffrouw Pross in zichzelf. En gij zult dit ook niet weten als ik het beletten kan, en of gij het weet of niet. Gij zult hier de deur niet uit, zolang ik u vasthouden kan. Ik ben van het begin der omwenteling af op straat geweest, en niets heeft mij tegengehouden. Ik zal u desnoods stuk scheuren, maar van die deur zult gij weg, zei madame Defarge. Wij zijn alleen, boven in een hoog huis, op een eenzame plaats. Men zal ons waarschijnlijk niet horen, en ik bid om lichamelijke kracht, om u hier te houden, zolang iedere minuut dat ge hier zijt, voor mijn lievelingen honderden en duizenden waard zijn, zei juffrouw Pross. Madame Defarge ging op de deur toe. Juffrouw Pross, in de opgewondenheid van het ogenblik, greep haar met beide armen om het lijf en hield haar vast. Tevergeefs worstelende en sloeg madame Defarge. Juffrouw Pross, met de krachtige standvastigheid der liefde, die altijd sterker is dan de haat, greep haar vast en lichtte haar zelfs van de vloer op in de worsteling. Madame Defarge sloeg en greep met beide handen naar haar gezicht, maar juffrouw Pross, met het hoofd omlaag, hield haar steeds om het lijf vast en klemde zich aan haar vast met al de kracht van een mens die verdrinkt. Weldra gaf madame Defarge het op met de handen te slaan en tastte naar haar vast omknelde gordel. Ik voel de dolk onder mijn arm, zei juffrouw Pross met gedempte stem, maar gij zult hem niet trekken. Goddank, ik ben sterker dan gij. Ik zal u vasthouden tot ene van ons bezwijmt of dood nedervalt. Madame Defarge tastte nu met de hand in de boezem. Juffrouw Pross keek op, zag wat zij greep, sloeg daarnaar. Een vlam en een knal volgde. Daarop bleef juffrouw Pross alleen staan, door de rook verblind. Dit alles was het werk van een ogenblik. Toen de rook wegdreef, te midden eener indrukwekkende stilte, dreef die weg als de ziel van de woedende vrouw, die nu levenloos op de vloer uitgestrekt lag. In de eerste schrik en in het afgrijselijke van haar toestand deinsde juffrouw Pross zo ver mogelijk van het lijk terug en ijlde de trap af om vergeefse hulp in te roepen. Tot haar geluk bedacht zij spoedig genoeg wat de gevolgen zouden wezen. Zij bleef staan en keerde daarop terug.
Het was een verschrikkelijk iets, weder die deur te moeten binnentreden, maar zij deed het, naderde zelfs het lijk om haar hoed en andere in de nabijheid liggende voorwerpen te krijgen die zij nodig had. Zij trok ze aan, ging naar de trap, deed de deur dicht, sloot ze en nam de sleutel mede. Daarop zette zij zich een ogenblik op de trap neer om adem te halen en te schreien, stond toen op en spoedde zich om weg te komen. Tot haar geluk had zij een sluier op de hoed, of zij had nauwelijks over straat kunnen gaan zonder aangehouden te worden. Tot haar geluk ook was haar uiterlijk altijd zo eigenaardig dat hetgeen zij geleden had niet zo zichtbaar op haar gelaat was als het op dat een andere vrouw zou geweest zijn. Zij had behoefte aan beide deze voordelen, want de merken der grijpende vingers stonden diep op haar gelaat gegrift. Haar hoofdhaar was uitgerukt en hare kleding was in allerlei richtingen scheef getrokken en verscheurd. Wat zij met haastige en bevende vingers had trachten te verbergen. Toen zij over de brug ging, liet zij de sleutel van de deur in het water vallen. Zij kwam enige minuten voor haar geleider bij de kerk aan, en daar wachtende verbeeldde zij zich hoe wellicht de sleutel reeds nu in een net opgehaald en erkend zou worden, dat men de deur wellicht zou openbreken en het lijk ontdekken, dat men haar aan de poort nog kon aanhouden en van moord beschuldigen. Te midden deze verwarde gedachten verscheen haar geleider en bracht haar weg. "Is er geen geraas op straat?" vroeg zij. "Het gewone leven," hernam de heer Cruncher, blijkbaar verbaasd over de vraag en over haar uitzicht. "Ik hoor u niet," zei juffrouw Pross. "Hoe zegt gij?" Het was te vergeefs dat de heer Cruncher herhaalde hetgeen hij gezegd had. Juffrouw Pross kon hem niet horen. "Ik zal haar maar toeknikken," dacht de heer Cruncher. "Dat zal zij in elk geval wel zien." En dat was ook het geval. "Is er nu nog leven op straat?" vroeg juffrouw Pross enige ogenblikken later. De heer Cruncher knikte haar weer toe. "Ik hoor er niets van. Stokdoof geworden binnen het uur," sprak de heer Cruncher in gepeins, maar zeer verontrust. "Wat is haar overkomen?" "Het is mij," zei juffrouw Pross, "alsof er ene vlam en een knal geweest waren, en dat die knal het laatste was wat ik in mijn leven zal horen. Wel verdraaid, zij is in een wonderlijke toestand," dacht de heer Cruncher, hoe langer hoe meer verontrust. "Heeft zij iets gebruikt om moed te houden? Stil, daar is het rollen van die verschrikkelijke karren. Gehoort dat toch wel, juffrouw?" "Ik kan niets horen," zei juffrouw Pross, ziende dat hij tot haar sprak. "O, mijn goede man, er was een harde knal, toen eene verschrikkelijke stilte, en de stilte schijnt vast en onveranderlijk
alsof ze nooit meer gestoord zou worden in dit leven. Als zij het rollen van die verschrikkelijke karren niet hoort, die nu haast de reis volbracht hebben, zei de heer Cruncher, over zijn schouder heen kijkende, dan houd ik het ervoor dat zij inderdaad nooit iets meer in haar leven zal horen. En werkelijk, dat was het geval. Einde van hoofdstuk 14 van boek 3. Hoofdstuk 15 van boek 3 van In Londen en Parijs door Charles Dickens, vertaald door M.P. Lindo. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15. De klank der voetstappen sterft voor altijd uit. Langs de straten van Parijs rollen hol en stotend de doodskarren. Zes voertuigen brengen heden de wijn naar de guillotine. Al de verslindende en onverzadelijke monsters, welke de verbeelding zich ooit heeft kunnen scheppen, zijn samengesmolten en verwezenlijkt in de guillotine. En toch is er in geheel Frankrijk, met zijn verscheidenheid van grond en klimaat, geen halm, geen blad, geen wortel, geen tak, geen peperkorreltje, dat onder zekere voorwaarden rijpen zal, dan diegenen welke deze afgrijzelijkheid voortbrachten. Verpletter de mensheid onder dergelijke hamers, tot zij niets meer van hare oorspronkelijke gedaante overgehouden heeft, en zij zal zich weder tot dezelfde wanstaltige vormen verenigen. Zaai nogmaals hetzelfde zaad van roofzuchtige losbandigheid en onderdrukking, en het zal ook weder vruchten van dezelfde aard voortbrengen. Zes karren rolden door de straten. Herschep deze, o tijd, gij machtige tovenaar, tot hetgeen zij eens waren, en men zal ze zien als de koetsen van onbeperkte vorsten, de rijtuigen van grote leenheren, die toiletten van schitterende Jezabels, de kerken die niet meer het huis mijns vaders zijn, maar de holen der dieren, de hutten van miljoenen verhongerende boeren. Nee, de grote tovenaar die trots het bepaalde plan des scheppers ten uitvoer brengt, verandert nooit wat hij eens herschapen heeft. Als ge door de wil Gods in deze gestalte veranderd zijt, zeggen de geleerden tot de betoverden in de wijze Arabische nachtvertellingen, blijf dan zo. Maar als gij deze gestalte slechts draagt ten gevolge ener tijdelijke betovering, herneem dan nu uw vorig aanzijn. Onveranderd en hopeloos rollen de karren verder, terwijl de sombere wielen van de zes karren ronddraaien, schijnen zij een lang, kronkelend spoor te ploegen door het volk op straat. Gehele rijen van gezichten worden links en rechts opgeworpen, en de ploegen gaan onverbiddelijk verder.
De vaste bewoners der huizen zijn zo gewoon aan dit gezicht dat er in vele vensters geen toeschouwers zijn en in sommige staan niet eens de handen onder het werken stil, terwijl de ogen de gezichten op de karren bekijken. Hier en daar heeft de bewoner bezoekers die de stoet komen zien en dan wijst hij met de vinger met iets van het welbehagen van een professor of een geleerde op deze kar en op deze en schijnt te vertellen wie gisteren hier zat en gisteren daar was. Onder de rijdende in de karren zijn er sommigen die deze dingen en alle dingen op hun laatste rit met een ongevoelig staren waarnemen, anderen met een nog talmende belangstelling in het doen en laten der mensen, sommigen met voorovergebogen hoofden nedergezeten, zijn in stille wanhoop gedompeld, en anderen zijn weder zo bezorgd voor hunne houding dat zij blikken op de menigte werpen, zoals zij in de komedie en op schilderijen gezien hebben. Sommigen sluiten de ogen en denken of pogen de afdwalende gedachten bijeen te verzamelen. Slechts één ellendig wezen, naar zijn uiterlijk te oordelen, krankzinnig, is zodanig geschokt en verbijsterd van afgrijzen dat hij zingt en zijn best doet te dansen. Niet één van allen beroept zich met blik of gebaar op het medelijden van het volk. Ene wacht van ruiters gaat naast de karren. Vele gezichten van het volk zijn dikwijls tot hen gekeerd en ene enkele vraag wordt hun gedaan. Het schijnt altijd dezelfde vraag te zijn, want ze wordt altijd gevolgd door het dringen van het volk naar de derde kar. De ruiters naast de derde kar wijzen dikwerf met de sabel op één man erin. Men schijnt nieuwsgierig te zijn om hem te zien. Hij staat achter in de kar met voorovergebogen hoofd te praten met een jong meisje dat op de rand van de kar zit en hem bij de hand houdt. Hij stelt geen belang in het toneel of iets in het rond en blijft maar praten met het meisje. Hier en daar in de lange rue Saint-Honoré verheffen zich kreten tegen hem, zo zij hem op enigerlei wijze aandoen, lokken ze slechts een kalme glimlach op zijn lippen, terwijl hij het haar nog iets losser in de ogen schudt. Hij kan niet gemakkelijk met de hand aan het gezicht komen, want zijn armen zijn vastgebonden. Op de trap bij de ingang eener kerk staat de spion, het schaap der gevangenissen, op de karren te wachten. Hij kijkt in de eerste kar. Hij is er niet. Hij kijkt in de tweede kar. Hij is er niet. Hij vraagt zichzelf reeds, heeft hij me verraden, als zijn gezicht opeens opheldert, terwijl hij in de derde kar kijkt. Welke is Evremonde? Vraagt een man die achter hem staat. Die daar, achter in de kar, die het meisje bij de hand houdt. Ja, de man roept, weg met Evremonde, naar de guillotine. Die aristocraten,
weg met Evremonde. Stil, stil, smeekt angstig de spion. Waarom, citoyen? Hij gaat zijn loon ontvangen. Het zal geen 5 minuten meer duren. Laat hem zo lang met rust. Daar de man echter voortging met weg met Evremonde te roepen, werd de blik van Evremonde 1 ogenblik op hem gevestigd. Evremonde zag toen ook de spion en keek hem vast aan, terwijl hij verder reed. De klok staat op slag van 3 en de vore, door het volk geploegd, kronkelt nu rond, om op de plaats der terechtstelling te komen en daar te eindigen. Rechts en links vallen de gezichten, die opgeploegd werden, weder bij elkaar en omsluiten de laatste ploeg, als die voorbij trekt, want allen volgen naar de guillotine. Vlak daarvoor, op stoelen gezeten, als op eene plaats van openbare vermakelijkheden, zit er eene menigte vrouwen druk te breien. Op een der voorste stoelen staat La Vengeance naar hare vriendin uitziende. Therese, roept zij op schelle toon. Wie heeft haar gezien? Therese Defarge. Zij heeft tot nu toe nooit verzuimd, zegt ene der breiende zusterenschaar. Nee, en nu zal zij ook niet uitblijven, roept ongeduldig La Vengeance. Therese, nog harder, roept de andere haar toe. Ja, harder. La Vengeance, veel harder. En toch zal zij u ternauwernood horen. Nog harder. La Vengeance, met een vloek, of wat erbij. En toch zal zij niet komen. Zend andere vrouwen erop uit om haar te zoeken, die zeker ergens stalmt. En toch, hoewel die boodschapsters verschrikkelijke daden gepleegd hebben, is het te betwijfelen of zij uit eigen vrije wil ver genoeg zouden willen gaan om haar te vinden. Malheur, riep La Vengeance met de voet op de stoel stampende. Daar zijn al de karren. Evremonde zal in een ogenblik dood zijn. En zij niet hier. Ik heb haar breiwerk in de hand en de lege stoel staat voor haar klaar. Ik zou van verdriet en teleurstelling kunnen schreien. Terwijl La Vengeance van hare verhevene standplaats nederdaalt om dit te doen, beginnen de karren hare vracht te lossen. De priesters der heilige guillotine zijn gekleed en gereed. 1 slag, 1 hoofd wordt opgehouden en de breiende vrouwen, die nauwelijks daarnaar opkeken, een ogenblik geleden, toen het leefde en spreken kon, tellen 1. De tweede kar wordt geledigd en rijdt verder. De derde nadert. 1 slag. En de breiende vrouwen, nooit aarzelende of haar werk stakende, tellen 2. De veronderstelde Evremonde klimt eruit en de kleine naaister wordt na hem eruit gelicht. Hij heeft bij het uitstijgen hare geduldige hand niet losgelaten, maar houdt ze nog vast, zoals hij beloofd had. Hij plaatst haar zachtjes met de rug naar het ratelende werktuig, dat telkens knarsend opgehaald wordt en met een slag
weder nedervalt, en zij ziet hem in het gezicht en dankt hem. Zonder u, dierbare onbekende, zou ik niet zo bedaard zijn, want ik ben van nature een arm, zwak schepseltje. Ik zou ook niet in staat geweest zijn mijn gedachten te verheffen tot hem die stierf, opdat wij heden hier hoop en troost zouden vinden. Ik geloof dat de hemel u mij toegezonden heeft. Of dat de hemel u mij gezonden heeft, zei Sydney Carton. Houd de ogen op mij gevestigd, kindlief, en let op niets anders. Ik geef om niets, zolang ik u vasthoud. Ik zal ook om niets geven, wanneer ik u loslaten moet, als zij maar spoed maken. Zij zullen wel spoed maken, vrees niet. Die twee staan steeds in de snel verminderende groep der slachtoffers, maar zij spreken alsof zij alleen waren. Oog tot oog, stem tot stem, hand tot hand, hart tot hart sprekende, zijn deze twee kinderen der algemene moeder, die anders zo zeer van elkaar verschillen, op de donkere weg bij elkaar gekomen, om samen tot haar te gaan en in haar schoot te rusten. Moedige en edele vriend, mag ik u een laatste vraag doen? Ik ben zeer onwetend en er is iets dat mij hindert, mij een weinig hindert. Wat is het? Ik heb een nicht, mijn enige bloedverwante, en een wees, zoals ik zelf ben, die ik hartelijk lief heb. Zij is 5 jaren jonger dan ik, en zij woont bij een boer in het zuiden van het land. De armoede heeft ons gescheiden. Zij weet niets van mijn lot, want ik kan niet schrijven. En als ik schrijven kon, hoe zou ik het haar kunnen vertellen? Ja, het is beter zo. Wel zeker, het is beter zo. Hetgeen waarover ik onderweg gedacht heb en waarover ik nu denk, terwijl ik op uw vriendelijk, krachtig gelaat zie, dat mij zo sterkt, is dit: als de Republiek wezenlijk goed voor de armen is en zij minder honger lijden in het vervolg en in alle opzichten er beter aan toe zijn, dan kan die nicht zeer lang leven. Zij kan zelfs zeer oud worden. Wat dan, zusterlief? Gelooft gij, en de ogen die niet klagen, maar die zoveel onderworpenheid uitdrukken, lopen over en de lippen openen zich iets wijder en beven, dat het mij lang zal toeschijnen als ik op haar wacht in die betere gewesten, waar ik geloof dat gij en ik zulk een gezegende schuilplaats zullen vinden. Dat kan niet zijn, kind. Daar is tijd nog ongeluk. Ge geeft me veel troost. Ik ben zo onwetend. Moet ik u nu vaarwel kussen? Is het ogenblik gekomen? Ja. Zij kuste hem op de lippen. Hij kuste haar. Zij geven elkaar plechtig de zegen. De magere hand beeft niet als hij ze loslaat. En er is niets dan een zoete, schitterende standvastigheid op die geduldige gelaatstrekken te lezen. Zij gaat voor hem. Zij is weg. De breiende vrouwen tellen 22. Ik ben
de opstanding en het leven, zegt de Heer. Die in mij gelooft, zal in de dood leven. En wie in mij leeft en gelooft, zal nooit sterven. Het gegons van vele stemmen, het opwaarts zien van vele gezichten, het dringen van vele voetstappen aan de buitenste rand van die menigte, zodat die in ene massa voorwaarts rolt, als één grote golfslag, en alles vlamt weg. 23. Zij vertelden van hem die avond in de stad, dat het zijne het vreedzaamste gelaat was dat daar ooit gezien werd. Velen voegden erbij dat hij een verheven uitzicht had, als van een profeet. Een der meest merkwaardige slachtoffers onder die bijl, eene vrouw, had niet lang geleden aan de voet van hetzelfde schavot verlof gevraagd om de gedachten op te schrijven die haar bezielden, als hij de zijne uitgesproken had, en zij waren profetisch. Ze zouden aldus geluid hebben: ik zie Barça en Clay, Defarge, La Vengeance, het lid van de jury, de rechter, lange reeksen der nieuwe onderdrukkers die door de vernietiging der oude dwingelanden ontstaan zijn, stervende onder dit vergeldende werktuig, eer het weder in onbruik komt. Ik zie eene schone stad en een schitterend volk uit deze afgrond opstaan en in hunne worstelingen om waarlijk vrij te worden, in hunne zegen en in hunne nederlagen, in vele, vele nog toekomstige jaren, zie ik het kwaad uit deze tijd en uit de vorige tijd, waaruit dit natuurlijk ontsproten is, langzamerhand boete doen en slijten. Ik zie degenen om wier leven te redden ik het mijne opoffer, vreedzaam, nuttig, voorspoedig, in dat Engeland dat ik nooit meer zien zal. Ik zie haar met een kind aan haar hart gedrukt dat mijn naam draagt. Ik zie haar vader, bejaard en gebogen, maar overigens hersteld, en alle mensen met zijn kunst bijstaande, en in vrede. Ik zie de goede oude man, zo lang hun vriend, over een tiental jaren hen verrijkende met al wat hij bezit, en zelf kalm heengaande om zijn loon te vinden. Ik zie dat er voor mij een heiligdom in hun hart is, en in het hart hunner afstammelingen, zelfs na lange geslachten. Ik zie haar, ene oude vrouw, nog om mij wenende. Telkens als deze verjaardag terugkeert, ik zie haar en haar echtgenoot, als hun levensloop volbracht is, naast elkander gelegd in hunne laatste aardse rustplaats. En ik weet dat zij onderling elkaar niet meer vereerden en heilig hielden dan ik door beiden heilig gehouden werd. Ik zie het kind dat aan haar hart lag en dat mijn naam droeg als man, zich een weg banen in dat beroep het welk eens het mijne was. Ik zie dat dit hem goed gelukt, dat mijn naam schittert in het licht van de zijnen. Ik zie de smetten die ik
erop geworpen had, uitgewist. Ik zie hem, de aanzienlijksten der rechtvaardige rechters en door iedereen geëerd, een jongen die ook mijn naam draagt, met een voorhoofd dat mij wel bekend is en met gouden lokken, naar deze plaats brengen, die schoon voor het oog zal wezen, zonder een spoor van hetgeen ze heden ontsiert. En ik hoor hem met eene tedere en bevende stem mijn geschiedenis aan het kind vertellen. Wat ik nu doe, is ver, ver het beste van wat ik ooit gedaan heb. Ik ga heen tot eene veel, veel betere rust dan ik ooit gekend heb. Einde van hoofdstuk 15 van boek 3. Einde van In Londen en Parijs door Charles Dickens.